Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Bericht u dat mevrouw Vos niet aan dit verhoor zal deelnemen en vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Mevrouw Pijs, welkom. Welkom ook aan iedereen die hier in de zaal of anderszins dit verhoor volgt. Mevrouw Pijs, u wordt vandaag gehoord als getuige en als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Ik zal u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eed te bevestigen dat u de waarheid en niet dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? De twee voorste vingers van uw rechterhand wilt opsteken en mij na wilt zeggen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Neemt u plaats. Mevrouw Pijs, u was 4 jaar minister van Verkeer en Waterstaat. Van mei 2003 tot februari 2007 in de kabinetten Balkenende 2 en 3. Kabinetten van VVD, CDA en later ook tweede kabinet met D66. De HSL Zuid was een van de dossiers in uw portefeuille. U werd geconfronteerd met een aantal problemen en daar zullen wij vandaag in het verhoor aandacht aan besteden. Het zijn de problemen ten aanzien van de vertraging van de infrastructuur, de hoge snelheidslijn zelf en discussies over de financiële vooruitzichten van de vervoerder, HASA. Er waren problemen met de bouw en de levering van de treinen. En u zag zich gesteld voor uitdagingen om overeenstemming te bereiken met de Belgische partners, de Belgische staat en de Belgische spoorwegmaatschappij, NMBS. Over diverse onderwerpen, waaronder de verbindingen Den Haag-Breda naar Brussel. Ja. In dit verhoor zullen wij u over deze zaken bevragen. En gelet op het onderwerp zal dit verhoor met name worden gevoerd door de heer Elias en de heer Van Gerven. Want zo hebben wij het ingedeeld. Wij hebben ons gefocust op verschillende onderwerpen. En dit onderwerp hebben zij met name de leiding in het verhoor. Ik geef als eerste het woord aan de heer Elias. Op 27 mei 2003 nam u de portefeuille Verkeer en Waterstaat over van LPF-minister De Boer. Hoe ging dat gesprek? Was er meteen aandacht voor de NS of gaat het dan over koetjes en kalfjes? Koetjes en kalfjes, absoluut, ja. Het woord NS is niet gevallen. Oké. Welk woord valt er dan wel? Koetjes en kalfjes. Dus u kreeg niet in dat allereerste gesprek als signalen dat er problemen waren? Helemaal niks, geen enkele. Wanneer wel? Wanneer voor het eerst? Eind 2003.
Toen kwam er een brief van de HSA van de heer Dupke. Dus niet van de heer Veeman, maar van de heer Dupke. Dat er echt goed gekeken moest worden naar de HSA. Kom ik straks, ja, op. Kom ik straks op. Hoe keek u aan tegen die concessieovereenkomst uit 2001? Want laten we daar maar even mee beginnen. Dat hoge bod, hoe keek u daar tegenaan? Als een onmogelijkheid. Maar wel een bestaande overeenkomst. Ja, kijk, er zijn een heleboel afspraken gemaakt. Ja, ik weet niet of ik daar nog op terugkom, maar als het niet is, dan onderbreekt u maar. Er zijn een heleboel afspraken gemaakt voor mijn termijn, die alsmaar doorgelopen hebben en heel veel pijn gedaan hebben in de tijd na 2003. En dat is een van de hoge bieding van de NS, waardoor de NS zich voortdurend verplicht heeft gevoeld om terug te gaan onderhandelen. Maar ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld twee aannemers voor de trajecten, één in Nederland, één in België. Nou, er waren een aantal onderwerpen die voortdurend in die vier jaar hebben doorgespeeld en waar ongelooflijk veel managementtijd en ministeriële aandacht aan besteed moest worden. U zegt een hoog bod. Vond u ook dat de staat destijds dat helemaal niet zo had moeten doen dan? Ik zou het zelf niet openbaar hebben aanbesteed, nee. Nee. Maar goed, dat was een keuze. Maar ik kan me wel voorstellen in die tijd, ik heb natuurlijk ook de verhoren tot nog toegezien. En wat je natuurlijk gauw vanaf dit jaar over het hoofd ziet, is dat toen vrije markt en marktwerking en concurrentie daar natuurlijk hoogtij vierde. Maar het is niet gemakkelijk geweest. Nee, maar ook binnen de keuze die uiteindelijk het kabinet maakte om te gaan aanbesteden. Dan nog kan je zeggen, er komt nu een bod binnen. Dat is zo merkwaardig, laat ik het neutraal formuleren, dat we er überhaupt niet mee in zee willen. Want dat levert later allerlei ellende op. Ja, dat hadden ze dan toe moeten doen en dat kon ik natuurlijk niet meer doen. Nee, maar kijk, vond als je eenmaal hebt aanbesteed. Sorry, mag ik, ja? Vond u destijds dat ze dat niet hadden moeten doen? Nou, ik vond het als je eenmaal hebt aanbesteed, en dat heeft de NS natuurlijk in volle bewustzijn gedaan, volwassen mannen met veel bedrijfservaring, ja, dan zit je wel vast aan de regels van dat spel. En de regels van dat spel die zeggen van dat je niet zonder juridische consequenties plotseling iets anders kunt gaan doen. Nou, dat hebben we gemerkt. Dat kan dus ook niet. Ja, en daardoor, mevrouw Netterbos zei ook kort nadat we die afspraken met die concessie hadden getekend, zat ik ineens in een zaal met reeksen juristen, begon meteen de juridische knokpartij. Ik kwam pas in 2003. Ja, dat weet ik. De concessie is getekend in 2001. Dus die juristen die waren ook naar huis. Ja. Nee, maar dat liep door. Ook in uw periode. Dat is eigenlijk de vraag. Als ik iets had gedaan, als ik iets had veranderd. En de landsadvocaat, we hebben ze echt hand in hand gelopen met de landsadvocaat. Dan hadden we grote juridische problemen gehad. En de bieders destijds. Van de aanbesteding, die waren ook zeker komen klagen en hadden een claim ingediend. Dus de moeizame verhouding tussen uw departement en de NS, -HSA, High Speed Alliance, waar NS groot aandeelhouder van was, die ging gewoon door? Die ging gewoon door. Of de spelers nou veranderden of niet? Ja. Of het nou Timmer Netelenbos of Pijs Veenman was? Ja. Bleef problematisch. Mijn persoonlijke verhouding met de heer Veenman mankeerde niks. Alleen, hij had wel een hele moeilijke boodschap waar we gewoon niet aan konden voldoen. Nee. Maar de verhoudingen waren misschien persoonlijk wat beter. Ik geloof ook niet dat de heer Veeman bretels droeg. Maar laat staan. Dat liep allemaal wat beter. Maar het kernprobleem bleef bestaan. Ja, het kernprobleem bleef bestaan. Dan krijgt u, begon daar net al over, eind 2003, krijgt u een brief van de baas van HSA, zeg ik maar even. Waarin gesteld wordt dat de HSA failliet zal gaan als de staat geen risico's en verantwoordelijkheden overneemt. Ja. En de concessievergoeding verlaagt. Er wordt aan u gevraagd eigenlijk om dat te gaan doen. Wat vond u van dat verzoek? Nou, dan komt eigenlijk de illustratie op gang van wat ik net zei. Dat wij tegen meneer Dupke zeggen van, weet je, een interessante brief. Kunt u dan even wat cijfers overleggen om dat te laten zien dat u nu al in een moeilijke, hele moeilijke situatie zit? En dat wilden ze niet. Hè?
En ja, ik kan helemaal niks doen. Ik kan toch moeilijk naar de heer Zalm gaan en zeggen... nou, meneer Dupkes heeft ons een brief geschreven... en die zegt dus dat wij nou iets moeten doen. Laten we dat maar doen. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. In toch was dat van de heer, wat de heer Dupkes eigenlijk ja, dat, van u Ja, dat had hij het liefste gehad, denk ik. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Hè. Ja. Als je al iets wil doen, dan moet dat goed onderbouwd zijn... en met feiten, en met feiten eronder. En het was ook in geen velden of wegen nog te bekennen. We hebben toen de NS... en HSA geen cijfers wilde geven over hun business case. Toen hebben we McKinsey gevraagd om een onderzoek te doen. Die bevestigde overigens dat er allerlei zaken veranderd waren. Maar ja, dat er vooral veranderd was wat ze zelf hadden opgeblazen. Hè. En dat is een... dat was nou niet direct een aanbeveling om door te gaan. En ja. We konden ook niet door, want er lag dan meteen weer naast een advies... Nou ja, een serieus advies van de landsadvocaat, denk erom, dit was wel een aanbesteding met allerlei juridische bedingen. Ja, en voordat je daarin tegemoet gaat komen, moet je wel drie keer achter je oren krabben, want voor je het weet verleen je eigenlijk ongerechtvaardigde staatssteun. Ja, precies. En bovendien, er reed geen trein. Er was geen kijk op het trein, ze waren niet eens besteld. Dus waar kan het verlies op dat ogenblik in zitten? Het was een kantoortje met een paar mensen. En het enige wat u wist is dat er in ieder geval geen winst kan worden gemaakt en geen inkomsten zijn. Nee, precies. Dat wist u wel. Ja. Wat vond u ervan dat ze die cijfers niet wilden geven? Nou ja, dat is natuurlijk heel raar. Als je hulp komt vragen, als ik aan u vraag van, kan ik eventjes dit zeggen, vraagt u toch ook van, ja, waar bestaat uw probleem dan uit? Dat is toch de meest normale vraag die je dan kunt stellen. Dus dat ze daar op zich niet op gerekend hebben en niet aan gedacht hebben dat die vraag zou komen, ja, dat vind ik wel... Maar zo raar als u dat vond, u ging wel daarmee akkoord, want die cijfers kwamen niet op tafel. Nee, daar hebben we het aan McKinsey gevraagd. Kijk, NS was natuurlijk wel een verzelfstandig bedrijf. Dus er werd geschermd met bedrijfsgeheimen en weet ik veel wat. We hebben toen aan McKinsey gevraagd van, kijk eens naar. Kregen ook geen cijfers. Maar je kan toch niet aan de ene kant zelfstandig bedrijf spelen en zeggen, je krijgt mijn cijfers niet. En aan de andere kant zeggen, geef mij een zak met geld, want het gaat zo moeilijk. Ja, ze hadden natuurlijk ze dachten, we hebben een rijke moeder met onbegrensde mogelijkheden. Maar dat dachten wij ook van de NS. HSA heeft ook een rijke moeder met heel veel mogelijkheden. En laat die de eerste stap maar zetten. Ja, dus u vond, het is een probleem van HSA, maar eigenlijk dus ook van NS. Laat de NS zelf dat maar doen. Ja. Laat maar bijspringen. Wanneer heeft u dat dan laten weten aan de NS? Want dat hebben wij niet zo kunnen vinden. Nou, dat is niet zo gedeeld. Maar wij hebben gezegd van als je een probleem hebt... Dan kom je dus met je probleem voor de dag. Je schetst dat probleem, je laat het zien. Cijfers, feiten, wat is er veranderd in de markt? Welke economische omstandigheden zijn er dan veranderd? Bedrijfsomstandigheden en niet-bedrijfsomstandigheden. Ja, maar al waren die er, er reed nog niks. Er was helemaal niks. Dus... Er viel gewoon niks te doen. Je kan op zo'n manier kun je niet naar de minister van Financiën om te zeggen van er moet hier heel erg dringend iets gebeuren. Ja. Nee, er moest misschien wel ooit iets gebeuren, maar niet dringend. Nog even over die cijfers die niet op tafel kwamen. Dat is één punt dat ik niet begrijp. U was op dat moment nog aandeelhouder van de NS. Dat werd later het ministerie van Financiën, maar u was het toen nog. U kon toch als aandeelhouder zeggen en nu wil ik die stukken zien? Ja, ik denk dat het aandeelhouderschap op dat ogenblik bij het Rijk toch een ander aandeelhouderschap is dan het actieve aandeelhouderschap wat wij op dit ogenblik hebben. Dat was een heel passief aandeelhouderschap. Maar u had toch zelf kunnen kiezen voor een actiever aandeelhouderschap? Ja, dat had misschien gekund, maar dat is niet gebeurd. En waarom niet? Dat is gewoon nooit besproken. Maar als u die cijfers op tafel wilde... We hebben gewoon McKinsey gevraagd, ja. Ga erin kijken... Die heeft ook de cijfers niet gekregen, maar die heeft wel een onderzoek gedaan en inschattingen gemaakt en prognoses gedaan. En ja, die zag natuurlijk wel dat er een gigantisch gat zat tussen wat de NS in de aanbesteding heeft verteld en wat de werkelijkheid was. Ja, daar komen we op. McKinsey stelt gewoon vast, in het zonnigste scenario gaat er 200 miljoen door het putje. En in het slechtste scenario gaat er 800 miljoen verloren. Dat scheelde geloof ik 45% met de oorspronkelijke business case. Ja, maar er was dus duidelijk dat als McKinsey gelijk had, dat, nou ja, zacht gezegd, een grote kans aanwezig was dat HSA failliet zou gaan. Ja, jaren later.
Zolang er niks rijdt, gaat HSA niet failliet. Die gaat natuurlijk failliet aan een business case die rekent op heel veel, een opgeblazen business case met heel veel passagiers en een werkelijkheid met veel minder, met veel minder passagiers. Daar ga je aan failliet. Maar het, punt dat ik wil vaststellen is de vraag of toen op Verkeer en Waterstaat al duidelijk was dat, als McKinsey gelijk had, HSA failliet zou gaan. Weliswaar op termijn, maar dat het zo niet zou lukken. Als de NS niet zou bijspringen. Duidelijk. Hadden NS en HSA bijvoorbeeld kunnen overwegen om de concessie terug te geven, wat u betreft? Dat zou toch wel heel erg merkwaardig zijn. Als je nou toch... Had het gekund? Ik denk dat alles kan. Maar het zou toch wel heel gek zijn dat je in 2001 alles op alles zet om een concessie te krijgen. Daar blaas je cijfers voor op. Dan doe je met je hele bedrijf ga je in een soort luchtbusiness. En dan kom je in 2003 vertellen bij de allereerste moeilijkheid, terwijl er nog geen trein nog nergens te bekennen is, dat je concessie terug gaat geven. Nou, dat zou toch wel een klap zijn geweest in Nederland. U zei net in een bijzin, en daarom verifieer ik het of ik het wel goed gehoord heb. Wij vonden dat eerst de NS maar moest bijspringen bij HSA. Maar dat hebben we niet met de NS gecommuniceerd. Waarom eigenlijk niet? In eerste instantie kwam de brief van meneer Dupke. Dus het ging over HSA. NS is de moeder. NS heeft een bepaald... er is een garantievermogen en er is een werkkapitaal. En er was nog geen kijk op dat daar overheen ging. Dus wij voelden ons helemaal al niet aangesproken. Als de NS zich niet aangesproken vindt. Nee, mijn vraag was waarom u niet tegen de NS zei. Ja, maar we zijn nooit zo ver. Ik krijg een rare brief van u, van HSA. Daar ga ik niks mee doen. Ja, we hebben in dit dossier vaker gezien dat brieven niet ontvangen wilden worden. Die wil ik helemaal niet hebben. Ga het zelf maar regelen. Maar we zijn nooit zo ver gekomen. Want de HSA is in mijn periode nooit in de positie gekomen dat ze failliet zouden gaan. Want al die tijd hebben we geen treinen gereden. Verbaasde het u dat garantievermogen van 200 miljoen euro kennelijk niet voldoende zou zijn? Kijk, ik denk dat als wat ze zelf hadden opgegeven bij de concessie, dat dan dat garantievermogen wel goed was. Dus ze liepen voortdurend, liepen in hun eigen val, vielen in hun eigen zwaard. En dat is wat ze voortdurend overkomen is. Dat kwamen ze dan bij ons met terugwerkende kracht goedmaken. Maar vanwege het feit dat we in een openbare Europese aanbesteding zitten, kunnen wij gewoon niks anders doen dan zeggen, heren, ga uw gang en zorg dat er treinen komen. Ja. Nog heel even over die cijfers die u niet kreeg, wat u dan verbaasde enzovoort. Kan het zijn dat daar de angst achter zat dat de staat zou zien dat dat bod uit 2001 een onrealistisch bod was? Sinds deze week denk ik dat ook. Nee, maar dat wist ik toen niet. Ik vraag naar toen. Ja, nee, precies. Toen wist ik dat niet. Maar u kreeg die cijfers niet? Nee. En moet zich hebben afgevraagd, wat zou daar toch achter zitten? Wat kan dat zijn? Dat bod is, vond u toen al, belachelijk hoog. Ja. Zou daar een relatie zijn dat ze iets te verbergen hebben? Ja. Nee, je zit als minister. Ik wilde ontzettend graag voor... Ik kwam natuurlijk uit het Europese parlement. Ik zag heel veel mensen naar Brussel rijden. En wij lagen, wat HSL, wat snelle treinen betreft, lagen wij echt in een uithoek. Brussel was verbonden met Parijs, was verbonden met Londen, was verbonden met Keulen. En niet met Nederland, met een snelle trein. Ja, een trein die overal bij iedere lantaarnpaal stopt. En dat vond ik dus als Europarlementariër vond ik dat al toch wel ontzettend nodig. Dus ik ben daar echt met enthousiasme aan begonnen, omdat ik echt in geloofde dat die treinen zo snel mogelijk moesten rijden en die infrastructuur op stoom moest komen. Dus dat daar niet iedereen zo in zat, ja, dat is niet in me opgekomen. En notabene de Nationale Spoorwegen. Nee, daar ben ik niet opgekomen. Dan zitten we in april 2004. En dan eerst is het standpunt
ja, laat maar zeggen, contract is contract, wat u ook uitgelegd heeft. En daar moet de staat zich maar aan houden en zo. Sorry, daar moet de NS zich maar aan houden. En in een van die adviezen aan u staat ook, en de staat kan die koers nog lang volhouden. Herinnert u zich dat? Een beetje armpje drukken, NS regelt het zelf, dat houden we nog wel even vol. En de staat kan dat nog? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Waar staat het in? Dat staat in een advies aan u. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Maar het is wel zo. Maar dan, ik kan me niet herinneren dat het ergens in gestaan maar heeft. Maar het interessante is dat u eind mei, dus een maandje later, het advies krijgt dat de analyse van uw departement is dat de kans zeer klein is dat deze exploitant de zaak onder deze voorwaarden kan gaan realiseren. En hoe moeten we nou, want dat hebben we niet uit de stukken kunnen opmaken, hoe moeten we die verschuiving nou duiden? Want eerst is het vrij hard spel en dan krijgt u de adviezen, ja, maar ja, we moeten misschien toch maar, het gaat wel heel slecht, we moeten ze misschien toch maar tegemoet komen. Ik kan me die omslag niet zo goed herinneren zoals u die zegt. Maar als ik daarover nadenk, dan denk ik dat, kijk, wij zijn natuurlijk het ministerie wat graag die zaak wil realiseren. Wij willen gewoon voor die reiziger die mogelijkheden geven om zich in Europa op een hele snelle manier te verplaatsen. Gewoon een moderne reiziger die dat wil. Dus als op mijn ministerie het besef doorgedrongen is, jongens, dit gaat het niet worden. Er moet toch misschien wel iets gebeuren. Dan zou ik me zo'n advies voor kunnen stellen. Dat zou ik me best voor kunnen stellen. Want daar zijn wij natuurlijk van. We willen natuurlijk graag dat die trein er komt. Ja. Er zit dus precies in die periode ook die zogeheten quick scan. Zeg maar dat rapportje van McKinsey. Waaruit dus blijkt, het ziet er slecht uit. Dat is een probleem. In die analyse wordt ook gesteld dat de kans heel klein is dat de doelen uit die planologische kernbeslissing, die veel eerder was genomen in het kabinet Kok 1, namelijk om ook gewoon een deel terug te verdienen op de lijn, op de infrastructuur, door een exploitant de boel te laten rijden en daar ook geld voor te vragen als staat, dat die doelen uit die planologische kernbeslissing niet gehaald zouden worden. En mijn vraag aan u is dus concreet, heeft u toen zelf, want die ambtenaren gaan niet ineens anders denken, zomaar. Heeft u toen zelf bedacht, gezegd, ja, wacht eens even, we kunnen dat op zich wel lang volhouden, maar we moeten ze toch tegemoet gaan komen? Nou, het is nooit zo geweest dat ik de NS nooit zou willen helpen. Hè? Ik heb dat hele voortraject, dat heb ik niet meegemaakt. Ik zit op een zeker moment op een ministerie en er komt een probleem. En McKinsey zegt, ze gaan het niet halen. Ik was wel bezorgd. Hè? Ook al kun je op een bepaald moment niet concreet iets doen, ik maak me wel zorgen dat daar op een zeker moment een zodanige kink in de kabel zou kunnen komen dat het uiteindelijke doel, het rijden van snelle treinen voor Nederlanders, dat we dat niet zouden halen. Wat dat doel was in 2007 rijden. In de 2007 rijden over een veilige infrastructuur. En dan smokkelen we nog, want het was eigenlijk, zoals Kok 1 het bedoelde, in 2005. En uw voorganger minister De Boer, die kwam in overleg met de NS ertoe om vast te stellen, nou, dat halen we toch niet, we maken er 2007 van. 2007 van. Nou, dat was heel goed van meneer De Boer, daar is u nog hartelijk voor bedankt. Want dat was wel een goeie, want 2005 was gewoon onhaalbaar. Nou, ik weet niet of de reiziger hem daar zo dankbaar voor is, want die moest weer twee jaar wachten. Nee, maar de reiziger wil wel veilig in de trein zitten en niet voor verrassingen komen te staan. Maar op een zeker moment zie je dat dus. En we zijn op een zeker moment nog een noodkreet van de NS. Zijn we gezamenlijk naar Zalm gegaan. En je gaat niet naar de minister van Financiën als je niet denkt dat er iets aan de hand is. En als je ook niet iets wilt doen. Ja. En, want we komen zo op dat gesprek. Maar er zit nog iets voor. U sprak met de heer Veenman. Ik kon zich dat gisteren niet herinneren, maar daarom vraag ik het u ook nog even. U sprak met minister Veenman eind april over de problemen bij de NS. Herinnert u zich dat? Voorafgaand aan het eerste bezoek aan de heer Zalm van u drieën. De president, directeur van Veenman, of bedoelt u minister Zalm? U zei sorry. Minister Veenman. Dan zei ik het verkeerd. Ja. U sprak met de baas van de NS, meneer Veenman, eind april. Ja. En daar komt dan uiteindelijk een gesprek van de heer Veenman, niet zijnde minister, u en minister Zalm op 8 juli uit voort. Ja. Herinnert u zich dat gesprek met de heer Veenman van eind april?
Ja, het kan ook een, dat kan ook een brief zijn geweest. Hè? Maar we hebben, in die tijd ontzettend... Oh, een gesprek. Nou, daar hebben we hem ongetwijfeld uiteengezet na zijn herdingen. Want ik hoorde hem gisteren zeggen dat wij bij minister Salm over perrons gingen praten. Nou, echt niet. Je gaat nooit over perrons praten met de minister van Financiën. Dat doe je hooguit met de ambtenaren van Verkeer en Waterstaat. Wat we daar gingen doen... is kijken naar hoe is nou de situatie. Ja. Zitten in de problemen. Maar waarom ging u dat doen? Dat is mijn vraag. Uit dat gesprek met de heer Veenman moet voor u een conclusie zijn voortgekomen. Luidende? Uit bezorgdheid. Ja. Kijk, ik ben nooit ongenegen geweest om de NS, als er een echt probleem zou zijn, niet wetend van de manier waarop ze daar al die tijd in gezeten hebben, om als het nodig was om ze te helpen. Want ik wil niet... op een zeker moment tot ontdekking komen dat ik niks gedaan heb op het moment dat ik nog iets zou kunnen doen, hè, en dat er daardoor dan geen treinen komen. Ja. Treinen is echt voor Verkeer en Waterstaat, is treinen en reizigers keeper. Ja. Maar zorgen? Het sleutelpunt. Zorgen dus, maar een passief aandeelhouderschap. Ja, maar dat heeft op zich niks met het aandeelhouderschap te maken. Ik vind dat je die rollen uit elkaar moet houden. Waarom eigenlijk? U had een machtsmiddel. U was aandeelhouder. Ja, maar dat werd zo helemaal niet beleefd bij de reis. Maar u gaat daarover. U bent wij de baas zaten bijna iedere week met de NS aan de tafel over allerlei zaken. En hij komt dus nu. Eerst komt meneer Dupke met die brief. Hè, die brief van december 2003. Daar wordt uitgezocht, daar worden actie op ondernomen. Daar komt dat rapport van McKinsey. En vervolgens is het eindverhaal. Wij gaan met zorgen, hè, gaan wij op 8 juli naar minister Salm. Ja. Mag ik het zo zeggen dat u samen met de heer Veenman in ieder geval in de richting van de minister van Financiën ging, met de bedoeling om in ieder geval iets te regelen voor NS? Omdat het anders fout zou gaan met haar. Niet iets. Wat ik had willen regelen, wat ik graag geregeld zou willen hebben, is een langere ingroeiperiode voor de NS. Voor de HSA, neem ik niet kwalijk. En dat moest dan tot uitdrukking komen in wat voor soort hulp? Dat ze dus langzamer in konden groeien. Dat ze dus het aantal treinen langzamerhand konden vermeerderen, al naar gelang de enthousiaste reizigers. Als er heel veel reizigers zijn, komt dat sneller. En als er weinig reizigers... Kijk, reizigers stappen ook niet van de ene ogenblik op de andere. Je moet ook wennen aan een bepaalde situatie. Maar dat had consequenties gehad voor het verdienmodel van de NS. Ja. Was er minder verdiend. Ja. En dat had weer consequenties voor de opbrengsten uit die concessie. Ja, tijdelijk. Dat komt dan aan het einde van de concessie komt dat terug. Ja. Maar daar zou je politieke problemen tegen kunnen hebben. Die komen er dan ook aan de kant van minister Salm. Maar ook problemen in termen van dat er sprake zou zijn indirect van staatssteun. Daar heb je hem weer. Ja, precies. Nou, tot die conclusie zijn we in dat gesprek ook heel duidelijk gekomen. De heer Veenman zei daar zelfs dat zijn eigen adviseurs dat ook al gezegd hadden. Nou, onze adviseurs hadden dat ook gezegd. De landsadvocaat had gewaarschuwd. Dus dat was een heel, heel valide punt. En daar hebben we dus ons allemaal aan geconfirmeerd. En iedereen is zijns weeg gegaan met die overtuiging dat wat we wilden, dat op dat ogenblik absoluut niet kon. Ja. Maar u ging dus, want dat wil ik toch even vaststellen, u ging dus eigenlijk, hand in hand is misschien overdreven, maar tamelijk eensgezind met president-directeur Veenman naar de heer Salm. En u kwam er vandaan van we kunnen op dit moment eigenlijk niks doen. We kunnen niks doen, ja precies. Want het argument was, zolang het alleen maar prognoses zijn en er wordt nog niet gereden en er is geen enkele materie, er is niks gerealiseerd, zoeken ze het maar uit bij die NS. Nee, en dat, ja, en de minister van Financiën was natuurlijk een van de gelovers in de aanbesteding. Dus dat was ook eigenlijk niet te verwachten. Maar ik vond het al heel belangrijk dat hij wel heel helder wist dat er dus wel zorgen waren op termijn. Hè, en dat we, als we dus met z'n allen treinen wilden hebben, dat er op een zeker moment wel iets moest gebeuren. Ja. Dat was niet het moment, daar zijn we met z'n allen van overtuigd geraakt in dat gesprek. En we zijn naar huis gegaan. Ja. Voelde u zich overruled door minister Salm? Nee. Nee, ik had het advies van de landsadvocaat in de zaak. Ik wist ook waar de Abraham de Mosterd haalt.
Maar een ingroeiperiode, het vooruitzicht van een grotere ingroeiperiode, had niet meteen hele grote gevolgen hoeven hebben, omdat er nog niks in te groeien viel. Ja. In dat gesprek met minister Zalm en de heer Veenman wordt uiteindelijk vastgesteld dat, zoals het dan heet, in gezamenlijkheid moet worden gekeken naar de juridische mogelijkheden en beperkingen. Wat verstond u daar precies onder? Nou, dat het heel gevaarlijk was om iets anders te doen dan wat je in de aanbesteding hebt afgesproken. Want daar zal onmiddellijk een claim van de aanbieders op komen. En wat mocht de NS onder deze prachtige volzin verstaan? Ja, dat wat u betreft? Dat het op dat ogenblik niet mogelijk was. Simpel. Maar de heer Veenman die begreep dat zelf ook. Die is daar ook zonder enige harde no hard feelings achteraf. Hè? Want hij had precies hetzelfde advies gehad van zijn adviseurs. Zijn adviseurs die hebben gezegd van dit kan niet binnen de aanbestedingsregels. Wat is er vervolgens eigenlijk de jaren daarna gebeurd met die volzin? Hè? Dus samen kijken naar wat er juridisch wel en niet kan. Ik denk dat de ambtenaren bij elkaar gezeten hebben en hebben gekeken van wat is er mogelijk. Hoe ver ze daarmee zijn gekomen, dat staat me even niet bij. Maar we hebben natuurlijk op verschillende punten in de tijd hebben we natuurlijk nog heel veel contact gehad met de NS. Om maar eens een term te gebruiken die ook bij een voorgaande parlementaire enquête werd gebruikt, was HSA, High Speed Alliance, NS, was het hele probleem eigenlijk niet too big to fail? Als u bedoelt de hele HSL, dat mocht niet mislukken. Dat mocht niet mislukken. Maar ik vind HSA nou niet een onoverkomelijke grote. Wat is 200 miljoen op dat bedrag wat we hebben uitgegeven? Nee, daar had een keuze kunnen worden gemaakt om te zeggen, nou, dan gaat het maar failliet. En dan gaan we met een ander in zijn. Die zegt, geven we de randvoorwaarden uit 2001 mee. Je moet 100 miljoen verdienen en je moet tussen die en die stations rijden. En dan moet je binnen 93 minuten regelen. En als je het voor elkaar krijgt, is het prima. Maar meneer Elias, het is nog lang niet zover. Hè? Dus je praat over een periode die op dat ogenblik nog bijna 8, 9 jaar vooruit ligt. Dus er is geen sprake van een faillissement op dat ogenblik. Dus ik denk ook dat de NS er vooral op gebrand was om terug te onderhandelen. Maar ja, daar konden wij vanwege de situatie van de aanbesteding, er zijn gewoon duidelijke, heldere regels en daar kun je dan op dat ogenblik gewoon niks aan doen. Ik ben nog een heleboel zaken voor de NS gaan regelen. Met het buitenland, met de Belgen, met de Fransen, en de vervangende treinen, noem maar op. Hè. Dus allerlei dingen die konden gebeuren voor de NS. Met alles waar ze mee zijn gekomen, hebben wij serieus onderzoek gedaan. Als ze zeiden, bouw een Frans veiligheidssysteem in. Hebben we gekeken, kan dat? Bouw het Belgische veiligheidssysteem in. We hebben serieus onderzoek, kan het? Wat zeggen onze specialisten? Hoe duur is het? Wat moet er gebeuren? Hoe lang duurt dat? We hebben alles gedaan wat we konden. Het project moest slagen. Het project moest slagen. Bijna zou ik zeggen, koste wat kost. Nou, het kost al heel wat. En ik denk dus dat het daarom niet mocht mislukken. Maakt u zich ook zorgen dat u als verantwoordelijk bewindspersoon de politieke rekening gepresenteerd zou kunnen krijgen van omvallen, van problemen, van niet doorgaan? U bedoelt van het hele project? Ja. Dat project hing, als het failliet was gegaan, dan was het toch wel echt iets misgelopen. Nou, maar het ging niet failliet. Waar hadden ze dan hun geld dan uit moeten geven? Aan nota's aan het ministerie? Nee, maar op dat moment niet. Maar men zag aankomen. Ik bedoel, ja, meneer Van Krieken zag het in 2001, had hij het al berekend. Adviseur van het departement. In 2004, dat ging gebeuren in 2009 of zo. De 2010, dan kon je er vandaar of niet. Maar het zou in ieder geval nog in geen jaren. Nou, ik meen dat het spreekwoord luidt, regeren is vooruitzien. Ja, maar zo'n faillissement had natuurlijk nog van alles kunnen gebeuren. Er had zoveel nog tussen kunnen komen. Het was echt onzin om dat op dat ogenblik te doen. Met zulke risico's voor de staat. Zulke risico's voor de staat als je een aanbestedingsregels doorbreekt. Ja, daar staat natuurlijk de buitenwereld ook met oog op steeltjes naar te kijken. De buitenwereld. In hoeverre voelde NS feilloos aan
dat er geen minister van Verkeer en Waterstaat, van welke partij dan ook, ooit het politieke risico zou durven nemen om de NS op die hoge snelheidslijn te laten omvallen of falen? Voelde NS dat aan? Is dat waarom er zoveel toch door de NS bereikt werd? Wacht even, ik bedoel niet dat we de NS, dat HSA van mij niet zou mogen omvallen. Het project moest slagen. Hè? En of als de HSA onverhoopt eerder was omgevallen, dan was er eerst de voorziening dat er een jaar doorgereden moest worden. En ik denk dat er dan, als er dan een nieuwe aanbesteding was geweest, dan was er een andere vervoerder gekomen. Ik bedoel, die hadden we ook in 2001. Hè? Dus waarom toen niet? Dus nee, het project moest slagen, de treinen moesten er komen. Nederland ligt in een perifere hoek, zonder hoge snelheidslijnen ligt Nederland in een perifere hoek. Maar door de situatie... De grootste haven van Europa, een hub als Schiphol, moeten wij gewoon snelle treinen hebben, klaar, af. Maar door de situatie, van op het moment dat u daar op dat departement zat, zeker ook door uw voorgangers gecreëerd, maar door die situatie was het vrijwel onbestaanbaar dat een ander dan de NS of HSA dat zou gaan doen. En wist de NS dat iedere politicus die de eindverantwoordelijk had op dat departement die situatie niet zou laten ontstaan en dat er dus wat te pokeren viel? Ja, dat weet ik niet. Dat moet u aan de NS vragen. Maar als ik het u nu vraag? Ja, weet je, ik kan heel moeilijk in de dingen van... Ik weet dat niet van toen. En als ik er nu naar kijk, naar alles wat ik nu weet, dan denk ik... Ja, er zijn wel meer merkwaardige dingen. Waarom ga je nou winst maximaliseren? Waarom ga je nou als staatsbedrijf je staat bedonderen om je winst te maximaliseren die vervolgens weer naar de staat gaat? Nou, ik kan er niks bij bedenken. Daar moet wel een soort macho-cultuur of wat dan ook. Er moet toch iets daar zijn? Is toch heel raar wat daar gebeurd is? Dus ik kan me daar... Ik heb daar niks mee. Ik heb een eerlijke opzet gehad om een snelle trein te maken met goede en veilige infrastructuur. En ik sta daar niet de hele dag te kijken of er iemand bezig is met een raar spelletje. Nee, sorry. In een bijzin zei u net, de staat bedonderen. Dat is dus wat er is gebeurd in 2001. Met dat hoge bod, dat zegt u. Nou, nee, maar ook met het opblazen van allerlei, cijfers. Ja, dat vind ik echt... Ik vind het niet kan. We staan allemaal op het verkeerde been. Hè? Als dat niet was gebeurd, had je ook niet zulke rare treinen hoeven te bestellen. Want wat, dat was natuurlijk wel... Daar viel natuurlijk de NS ook in het eigen zwaard. Als daar je... gaan we het nog uitgebreid okay. over hebben. Mevrouw Peijs, ik wil... Had de HSL, de hoge snelheidslijn, volgens u aanbesteed moeten worden? Ik zou dat zelf niet gedaan hebben. Waarom niet? Omdat de aanbesteding, maar achteraf is makkelijk praten, dat besef ik, een raar gevolg heeft gehad. Ja? Maar... ik moet toegeven dat na deze weken van verhoren we ook wel met een vreemd staatsbedrijf te maken hadden. Maar ik wil naar uw positie toe en ook naar de situatie van toen. U zegt de HSL had niet aanbesteed moeten worden. Nou, laat ik even anders zeggen. Ja. Er had een normaal bod op tafel moeten liggen. Het feit dat het bod zo hoog was, dat heeft ervoor gezorgd dat de NS voortdurend op de stoep stond om terug te onderhandelen. Nee, maar dat snap ik, maar er zijn twee smaken. Grosso modo, je besteedt niet aan, dus je gunt het aan NS. Dat was een mogelijkheid. En een tweede mogelijkheid, je besteedt het ordentelijk aan. Ja. Dat zijn twee opties. Wij zien die aanbesteding, daar is heel veel over te zeggen. Daarom spreken wij ook. Maar mijn vraag is, wat had uw... Als u het voor het zeggen had gehad, wat had u dan gedaan? Ja, nou ik denk dat ik beter op als en dat soort vragen daar niet onder ede een antwoord wil geven. Nee, maar ik vraag u om uw politieke mening. U was toen een minister en u kwam daar in die tijd. En zegt van nou, wat hier gebeurd is onmogelijk. Dat zijn uw woorden van zojuist. Ja. En ik wil eerst even weten, wat had u... gedaan als u
destijds minister Netelenbos was geweest of in een bepaalde positie. Wat was uw uitgangspunt geweest? Nou, daar wil ik eigenlijk geen antwoord op geven. Waar ik mee te maken had, dat is het resultaat van die aanbesteding. U wilt niet uw mening geven of u voor of tegen aanbesteden bent? Ik zat niet in dat kabinet. Ik weet niet hoe de sfeer in dat kabinet was. Hoe sterk... Er was een tijdgeest die was enorm voor vrije markten en voor concurrentie. Dus ik kan me daar achteraf moeilijk in indenken. Ik was in een andere tijd minister en werd geconfronteerd met het resultaat van de aanbesteding. 4 jaar lang. En daar zijn ook allerlei contracten die in 2001 zijn gesloten met de onderbouw, met de bovenbouw, met de aannemers, ERTMS. Alles was bepaald. Dat was allemaal contracten waar we ontzettend veel problemen mee hebben gehad in de jaren daarna. Mevrouw Peijs, als ik u mag onderbreken. U heeft toch een standpunt daarover of een mening had toen u daar kwam. U zegt van ja, eigenlijk is het onmogelijk. Ik word of NS of we zitten voor iets onmogelijks. Er moet iets gebeuren. Ik maak me heel erg zorgen. Dan had u toch een gedachte van, hadden we dat maar niet gedaan? Of het had zus gemoeten? Wat was uw gedachte toen? Had ik maar een ander resultaat. Dat was mijn gedachte. 148 miljoen, dat was echt te hoog. Dat was te hoog. Ja. Wanneer je kan zien dat die lijn dat niet gaat opbrengen. U constateert dat het resultaat van die aanbieding een onmogelijke uitkomst geeft. Ja. Laat ik het zo samenvatten, even op dat punt. En we hebben net gehad, Dupken komt bij u, Veenman komt bij u. En nou zet zich het beeld neer dat u toch meer wil dan zalm wil. We hebben daar zojuist al over gesproken. En u zegt, ja, wat ik eigenlijk wel meteen had willen doen, is een langere ingroeiperiode. Niet meteen, want er viel nog niks in te groeien. Nee, maar dat was uw uitgangspunt. U heeft dat zojuist... Ik had de NS wel het uitzicht willen geven op een langere ingroeiperiode. Er viel op dat ogenblik nog niks in te groeien. 2004, nee, maar... toen we daarover hadden, waren de treinen goed, nog niet eens besteld. Maar mogen we dat dan constateren dat u zegt, ja, dat had ik wel willen doen. Dat is er niet van gekomen. Wij constateren dat iets dergelijks 4 jaar later is gebeurd. Het memorandum van overeenstemming in een andere tijd. Maar dat had u willen doen. U heeft met Veenman over allerlei opties gesproken. Voordat u met Zalm ging spreken. Wat heeft u met Veenman besproken? Even terug. U gaat op 8 juli 2004 praten met Zalm. Ja. Daarvoor heeft u met Veenman een gesprek. Ja. En wat heeft u met Veenman besproken? Want u had zorgen. Welke opties heeft u met hem besproken? Waarschijnlijk. Nou, ik heb er even geen beeld bij. Nou, ik neem aan dat Veenman niet voor niets bij u komt. Ja, vergis u niet. Ik zag de heer Veenman over heel veel onderwerpen. Niet alleen over... U heeft zojuist gezegd, het ging niet over de perrons. Nee, daar praat je niet over. Bij Zalm niet. Nee, maar... Ook nee, ik ga ook niet over perrons praten, weet ik veel. Dat is zijn zaak. Waar heeft u dan met Veenman over gesproken? Ik moet heel even kijken als je dat goed vindt. Ik weet het even. Ja hoor, gaat u gaan. Gesprek met de heer Veenman. Ja, ik denk dat we hebben gekeken. Als ik probeer even logisch te bedenken wat er in dat gesprek gebeurd moet zijn. We proberen natuurlijk naar Zalm te gaan. Ik denk dat we dat gesprek hebben voorbereid. En dat we daar samen over gehad hebben en hebben gekeken wat is de meest logische route om te volgen. Ik was geïnteresseerd in een lijn en in treinen rijden. Een veilige lijn, treinen rijden. Dat heeft dus u gezegd. Daar hebben we vast en zeker gevonden. Want is er iets aan de hand wat dat echt bedreigt? Nou, is er iets wat we dan kunnen doen? In die tijd, ik denk dat het in diezelfde tijd is dat ook die treinen besteld zijn, mei 2004. Zeker. Dus ik denk dat we, dat is vast en zeker aan de orde gekomen. Ik denk onze waarschuwing van waarom heb je zo lang gewacht? Wij waren heel bezorgd dat de treinen te laat besteld zouden worden. Dat niet op tijd zouden zijn. Daar is vast en zeker over gesproken.
Even, u heeft gisteren de heer Veenman het verhoor gevolgd? Ja. Van de heer Veenman. Nou, de heer Veenman die zegt dat zijn verwachting was, hè, van als we met Zalm gaan praten, als u met minister Zalm gaat spreken, dat de minister van Financiën, de minister van Verkeer en Waterstaat, dat bent u, de ruimte zou geven een wijzigingsprocedure in te gaan. En wat houdt een wijzigingsprocedure in? Dat dan, laten we zeggen, de concessieovereenkomst, dat die dan gewijzigd wordt. Ja. Nou, daar heb ik dus geen... Het enige... Maar is dat niet logisch? Ook, u zegt zelf, wij zijn... Eigenlijk is het een onmogelijke opdracht. Ik ben bezorgd, ik wil dat die treinen rijden, ik wil dat het een goede zaak wordt. Dus... Wat ik denk waar we het over gehad hebben, wat je dan zou kunnen wijzigen. Hè? Want de wijzigingsprocedure op zich is heel breed, want er staan veel dingen in die concessie. En wat zou je dan kunnen wijzigen? En wij waren er ons op het ministerie heel goed van bewust dat je niet zoveel kan wijzigen, want dan krijg je alle aanbieders, aanbieders over je heen. Maar dat bijvoorbeeld een ingroeiperiode op termijn, dat wel een mogelijkheid zou zijn. En dat was ongeveer de enige mogelijkheid die je kon bedenken. De ingroeioptie? Die we zojuist hebben besproken, dat was een mogelijkheid. Ja. Maar er is ook gesproken over het beperken van de tarieven van de kaartjes. Dus de tariefrestrictie. Heeft u daar met Veenman over gesproken? Nee. U weet zeker dat u niet met Veenman over de tariefrestrictie heeft gesproken, voorafgaand aan het gesprek met Zalm? Nee. Volgens mij is de tariefrestrictie in mijn periode geen groot punt geweest. Omdat, dat was natuurlijk een wens van NS... En als daar op in was gegaan wat NS wilde, dan had je natuurlijk een veel lagere concessievergoeding gekregen. Nee. Dat was ook niet mijn plan van die tijd. Wij wilden een ingroeiperiode. Ja. En dat had ik eigenlijk op dat moment wel willen realiseren. Maar goed, dat is er niet van gekomen. Het uitzicht op. Hè? Ik kon het op dat moment niet realiseren, want er reed niks. Nee, maar in diezelfde maand ging hij pas de treinen bestellen. Mevrouw Pijs, in 2008 reden er ook geen treinen. Nee, maar dat wisten we toen nog niet. Nee, luister, in 2008 reden er geen treinen, maar is een memorandum van overeenstemming afgesproken, waarin die ingroeiperiode is vastgelegd. Je kunt toch, laten we zeggen, voor de toekomst iets vastleggen? Ja, maar in 2008 hadden ze wel zicht op het feit dat er wel treinen gingen rijden. In 2009 is de eerste trein gaan rijden. De Angel locomotieven zijn in 2009 gaan rijden. Dus dat is wel een iets andere tijd als dat ze nog niet eens besteld zijn. Er is dan nog zo'n zee van tijd voor. Dat ga je toch niet doen als er nog helemaal geen kijk op is. Kunnen we concluderen dat het wel had gekund? Laten we zeggen die langzamere ingroei. Maar dat niet is gerealiseerd in 2004. Ja, maar pas in 2008. Precies. Ja, maar wat we ook gezegd hebben, dat we ze dus op allerlei mogelijke manieren wilden helpen. Met de Belgen, met de Fransen, echt alles wat ze maar konden bedenken. Dat hebben we ook altijd gedaan. We hebben altijd de NS waar mogelijk, als ze kwamen met een idee of met dingen, hebben we altijd serieus naar gekeken. We hebben altijd gekeken, kan het, helpt het? Toch nog even afrondend dan op dat punt van die ingroei. Was dat nou een suggestie van NS of was dat uw eigen idee? Dat weet ik niet meer. Dat weten we niet. Ik denk ook dat het niet zoveel uitmaakt, want ik vond het een redelijke... Ik vond het wel redelijk. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, mevrouw Pijs, want er is nog wel één onderwerp waar ik even iets dieper op in zou willen gaan. Dat is namelijk het aandeelhouderschap. U heeft daar een aantal vragen over gekregen. Maar is het nou niet uiteindelijk dus zo dat het een keuze is geweest om voort te gaan met het passief aandeelhouderschap? Nou ja, voort te gaan. In 2005 is het ministerie van Financiën aandeelhouder geworden. Kijk, wij hadden natuurlijk altijd een dubbele rol. En dat is natuurlijk dat is raar. Ik was ook een grote voorstander van dat het aandeelhouderschap naar het ministerie van Financiën ging. Dat was een veel zuiverder verdeling als dat het op het ministerie, wat ook het beleidsministerie is, dat ook een aandeelhouder is. Ja, maar die situatie was er nog niet. En op dat moment was u aandeelhouder. De NS komt bij u. U heeft zicht op het feit dat het problematisch wordt. Maar men wil geen openheid van zaken geven. Dan rijst toch de vraag,
Waarom wordt dan niet doorgebeten en wordt gezegd... ja, maar jongens, ik wil die stukken hebben. Wij zijn ook aandeelhouder hier met het document. Juist omdat u zegt, ik had grote zorgen en een ideaal. Dan zou u toch ook gewoon hebben kunnen zeggen... ik zet nu mijn aandeelhouderschap in, het is klaar met dat passieve gedoe. Ja, wij zijn geen aandeelhouder bij HSA. Wij waren aandeelhouder bij NS. Ja. En NS had niet stuk en ik vond... en ze riepen gewoon bedrijfsgeheimen in. Ja, op een zeker moment, we hebben daar ook niet een groot punt van gemaakt als aandeelhouder, wel als departement. Ja, maar hoe kijkt u daar dan nu op terug? Is dat dan niet toch een mogelijk gemiste kans geweest om af te dwingen dat u de stukken kreeg om echt, om het maar zo te zeggen wat we wel eens roepen, het monster in de bek te kijken? Wat is hier aan de hand? Nou, op dat ogenblik hadden we natuurlijk dat soort vermoedens allemaal niet. We hadden gewoon te maken met een staatsbedrijf waar we aan vroegen... geef onze cijfers als je iets wilt van ons en anders dan komen er bureaus tussen, die zet u in, een McKinsey komt erbij... en de conclusie is, we krijgen de stukken niet. Ja. Dan blijft de commissie met de vraag zitten... is het dan niet een keuze geweest van u om het passief aandeelhouderschap zo in te blijven vullen... en dus ook een keuze geweest om niet door te bijten? Nee, ik denk dat is gewoon niet besproken. Oké. Het is gewoon niet besproken. Oké. Gaan door. Ja, ik ga met u verder over de kwesties met de Belgische staat en de Belgische spoorwegmaatschappij, NMBS. En waren in uw beleving, voorafgaand aan het sluiten van de concessieovereenkomst, voldoende harde afspraken gemaakt met de Belgische staat en de Belgische spoorwegen, om zonder problemen zeg maar, uitvoering te kunnen geven aan de concessie van de HSL Zuid? Met de Belgische staat is dus afgesproken Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel. Ik denk dat er af en toe een groot misverstand is dat daar ook Breda en Den Haag bij waren. Dat is dus niet zo. Nee, dat was niet afgesproken. Dus niet, dat zat niet in dat verdrag tussen die twee landen. En wat vond u daarvan? Ja, daar kon ik vanaf. Ik zat met een verdrag. Dat is niet wat in mijn tijd. Ja, dat verdrag Het verdrag is voor mijn tijd gesloten. Dat is een van die dingen die je gewoon aantreft. Ja, daar moet ik mee, zeker. Moet ik mee door het leven. Je hebt een concessieovereenkomst. En wat stond er in de concessieovereenkomst? In de concessieovereenkomst stond dat HSA verplicht was om afspraken te maken met de NMBS, de Belgische spoor. Spoorwegmaatschappij om te kijken of die bereid waren Den Haag en Breda te gaan bedienen. Ja, en dat was het bedienen van Den Haag en Breda, zeg maar Den Haag, Breda, Brussel, die route. Dat was niet afgesproken met de Belgische staat en met de NMBS. Nee. Nee. Had dat wel gemoeten, was dat beter geweest? Nou, ik denk dat ze dat niet afgesproken zouden hebben. Ja, voor een overeenkomst heb je natuurlijk altijd twee kanten nodig. En de Belgen waren ervan overtuigd dat verlieslatende lijnen zouden zijn. En die zouden ze nooit afgesproken hebben. Er zijn later wel afspraken gemaakt in 2012. Maar had niet, laten we zeggen, voordat je een concessie verleent, zeg maar afspraken gemaakt moeten worden met... Want die trein die gaat ook over Belgisch grondgebied. Dan lijkt het me logisch dat je ook met België afspraken maakt, voordat je, laten we zeg maar, de concessie verleent. Ja, meneer Vergerven, kijk, ik kan er van alles gewild hebben en gewenst hebben. Stuk makkelijker zijn geweest, maar het was er niet, gewoon klaar. Nee, maar u constateert dat het er niet was, dat weten we, maar ik vraag naar uw mening daarover. Ja, maar ik weet toch niet wat er destijds gespeeld heeft. Of het ter sprake is geweest, of wat de argument aan twee kanten... Nee, maar u constateert iets. Dat er is gewoon een verdrag. En daar met dat verdrag moet ik aan de slag als minister. En ja, wensdromen helpen daar niet bij. Nee, maar vond u... Nogmaals, want u geeft geen antwoord op mijn vraag. Vond u vond u het onverstandig dat er geen... afspraken waren gemaakt, keiharde afspraken met de Belgen, bijvoorbeeld over het traject Den Haag-Breda-Brussel. Nou, maar mijn antwoord was, ik denk dat je de Belgen nooit zo ver gekregen zou hebben. Ja, maar als je de Belgen niet zo ver krijgt, dat ze dat in een verdrag zetten. Nee, maar als je de Belgen niet zo ver krijgt, kun je dan wel zo'n concessieovereenkomst sluiten?
Ja, dat moet u aan, mevrouw Netelenbos vragen. Ik vraag het aan u. Want u wordt met dat resultaat opgezadeld. Ja. Enkele jaren later. En ik heb geprobeerd om het beste van te maken. Maar wat vond u ervan? Ja, ik heb me dat helemaal niet afgevraagd wat ik ervan vond. Er is een verdrag. En dat verdrag, en wij willen graag ook Den Haag en Breda. En ik ben aan de slag gegaan. En ik kan een heleboel dingen wensen, maar ik kan het niet terugdraaien. Goed, maar had u dan de wens? Hadden ze dat maar anders geregeld? Ja, natuurlijk. Okay. Had ik maar ergens op terug kunnen vallen. Hè? Maar dus, ja, dat is wel wat u zegt van ja, god, als we wel een verdrag hadden gehad, dan was het toch een stuk makkelijker geweest. Ja, mag ik dat dan zo concluderen? Goed, u zegt ja, ik word ermee geconfronteerd. En u ondernam ook verschillende pogingen, hè, met de Belgische staat en de Belgische spoorwegen om tot overeenstemming te komen. En het contact met de Belgen, dat verloopt op dit punt nogal stroef. Waarom was dat eigenlijk? De Belgische minister die had zojuist aan zijn spoorbedrijf, wat zwaar verlies maakte, gezegd van je mag niets meer ondernemen wat verlieslatend is. Nou, ze hebben altijd volgehouden dat Den Haag en Breda dat verlieslatende lijnen zouden zijn. Vandaar dat het een hele moeilijke boodschap was om voor de Belgische minister. En dat is niet de meneer, het is minister van Verkeer en Waterstaat, dat is de minister van Begroting. Hè. Die heeft dus niet een lijn met de NMBS zoals wij die hebben met de NS. Het was natuurlijk heel moeilijk voor de minister van Begroting, die zojuist had gezegd, denk omdat je niet meer verlies maakt. Om dan te zeggen, en nou wil ik wel graag dat jullie Breda en Den Haag geleden, terwijl ze ervan overtuigd waren dat verlies zou meebrengen. Ja. Nou, in die positie zat hij. Ja. Nou, dat was ook niet makkelijk aan die kant. Ja. Natuurlijk. Vond u dat reëel? Nou, van zijn punt wel, ja. Ik denk dat de minister van Financiën van Nederland in zo'nzelfde situatie ook niet zou staan te springen om iets nieuws waarvan hij hoort van zijn specialisten dat verlies gaat brengen. Dan zou hij ook niet fijn vinden. Mag ik zeggen, of nee, wist u waarom het verlieslatend was voor de Belgen? Had u daar, nee. Want zij vertellen dat aan u, maar had dat, want ja, als daar veel mensen gebruik van maken, dan zou ik zeggen, ja, dan is dat toch een goede zaak. Zoveel mogelijk mensen naar Brussel. Waarom was dat voor de Belgen verlieslatend? Dat weet ik niet. Daar hebben we nooit een technische discussie over gehad. Ik weet wel dat de NMBS dus een bindende adviesprocedure heeft gevoerd over de opbrengsten van de binnenlandse lijnen in Nederland. Ze vonden dat de opbrengst daarvan gedeeld moest worden. Misschien dus het zou alleen voor hun gaan, alleen voor het stukje vanaf de grens tot aan Brussel of tot aan Antwerpen. Ja, en dat misschien niet veel op zou brengen, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, nou ja, goed, daar is arbitrage over geweest. Hè. Dat zijn wij tot, Nederland in het gelijk gesteld. Ja. Ja, maar goed, u zegt nou, het was eigenlijk voor de Belgen een verlieslatende zaak. Dus daarom heeft dat maar geduurd en geduurd. Maar het lukt u toch om op 6 maart 2005 om tot gezamenlijke conclusies te komen. Ja. Tussen u en de Belgische minister Van der Lanotte. Ja, waarom gezamenlijke conclusies? U bedoelt waarom niet een vaste afspraak met een handtekening eronder? Ja, ik geloof dat onder de conclusies wel een handtekening staat nog. Ja, kunt u even aangeven wat behelsde die conclusies? Nou, wat is het de zijn eigenlijk daarvan? Agreed minutes. Hè? Dat is de Engelse tekst. Agreed minutes. Gewoon eigenlijk notulen waar we het over eens zijn. Hè? Het verslagen van vergaderingen waar we het over eens zijn. En daarin hebben we dus een aantal afspraken gemaakt. Nadat ze één keer is Van der Lanotte met een voorstel gekomen, dat hebben we afgewezen. En daarna kwam die met een voorstel om 8 treinen vanuit Den Haag. Vanuit Den Haag, Breda, Antwerpen, Brussel te rijden. 8 treinen op een dag heen, 8 treinen terug. En het vervelende was dat voor ons zijn we mee akkoord gegaan. Alleen, er waren een paar vervelende dingen, omdat er tussen Breda en Antwerpen, ja, daar moest die trein bijna bij iedere lantaarnpaal stoppen. Dat was wel een beetje, dat was wel vervelend. Dus hij zou er wel iets langer over doen.
Maar we zijn er toch mee akkoord gegaan dat wel de verbinding goed gelegd werd en het toch een snelle trein, zou zijn. Daar zijn we op zich mee akkoord gegaan. Ja, ja. En dat was het einde. Dat was eigenlijk de belangrijkste conclusie, ja, hè, waar u beide het over eens was. Maar nou, u heeft dat zelf ook al gezegd, de Belgische spoorwegen die schat in dat beide verbindingen, zeg maar, dat die verlieslatend zouden zijn. En in hoeverre was nou het samenvoegen van de verbindingen? Want ik moet even toevoegen, in het concessieovereenkomst stond eigenlijk Breda, Brussel en Den Haag, Brussel. Dat waren twee aparte afspraken. Nou, dat is die nam hij toen samen. Ja, in, hè, in zeg maar, een soort afspraak. We gaan 8 keer van Den Haag naar Brussel. Die afspraak die u maakt, was die nou wel of niet verlieslatend voor de Belgen? Die gezamenlijke conclusie die u trekt, laten we het zo doen. Dat weet ik niet. Was dat een oplossing voor de... Dat was ook mijn zorg niet. Mijn zorg was dat er gereden werd. Zeker, maar kijk, als je afspraken maakt, wil je ook weten wat de andere partij daarvan vindt. Of die, of die daar ook volledig achter kan staan. U zegt, we hebben die afspraak gemaakt, maar ik had er geen zicht op wat dat betekende voor de Belgische spoorwegen. Nee. Hebben ze ook nooit verteld. En u ging ervan uit dat wat ik heb afgesproken met minister Van der Lanotte, dat gaat ook gebeuren. Ja. Dat een soort agreement tussen ministers of gezamenlijk notulen, conclusies. Ja, je kunt het geen heren noemen, maar toch zoiets. Ja. Vervolgens zegt u, hè, en uw Belgische collega, die zegt tegen de voorzitter, nou ga rond de tafel om overeenstemming te bereiken. Ja. En had u de verwachting dat beide vervoerders er nu wel uit zouden komen? Ja, dat had ik. Want ik ben een jaar later ben ik nog terug geweest bij, in 2006, ben ik nog terug geweest bij de Belgische staatssecretaris. En die meldde mij toen dat hij dus een voorstel had voor de begroting in België. Waarin hij dus ook de trein, een extra treinstel zou gaan bestellen. Ja, want dat was ermee verbonden dat NMBS, de Belgische spoorweg, een extra trein zou bestellen. En dat zou opgenomen, u zag dat dat opgenomen zou worden in de Belgische begroting. En had ik dus vertrouwen in. Ja, ja. En toen was dus de heer Van der Lanotte al weg. Hè. Die is daarna voorzitter geworden van zijn partij, de Socialistische Partij in België. En dus ik had toen het vertrouwen dat het werd overgenomen door zijn opvolgers. En vond u het logisch dat dus zeg maar, u die afspraak maakt, maar die kennelijk toch voor de Belgische zijde, dus voor de NMBS, Belgische spoorwegen verlieslatend was? Ja, ik weet niet of dat in die constellatie, dit was toch een hele andere afspraak dan er aanvankelijk werd gemaakt. Dus ik heb, er is eigenlijk nooit ter sprake gekomen. En ik denk eigenlijk dat ze verwachten dat dat niet zo zou zijn. Want daar zijn ze, dus, ik denk dat ze het anders niet afgesproken hadden. Nou, heeft Van der Lanotte dat niet met u gedeeld? Nee. Nee. Terwijl hij dat in het begin aanvankelijk wel deed. Hij zei wel dat Breda, Antwerpen en Breda, Brussel en de bediening van Den Haag, waarvan dan Breda nog de minst verlieslatende zou zijn, maar dat Den Haag echt verlieslatend was. En ik geloof iets van 2,1 miljoen per jaar dat zou kosten. Voor de Belgen? Ja, negatief, ja. Ja, ja, dus toch wel verlieslatend. Ja, ja, want, ja, de aanvankelijke opties. Ja. Over deze heeft hij nooit gezegd. Want kunnen u zich nog een televisieoptreden van de heer de Van der Lanotte herinneren? Waarin hij gewag maakt van, ja, ik moet nog met minister Peijs gaan praten over de problemen die er zijn met betrekking tot het vervoer. Nee. Waar dus ook het element van verlieslatendheid wel degelijk wel aan de orde kwam. Aan de orde kwam, waarin hij dat schetste. Dat zegt u niet? Nee. Goed, u zegt van ja, we hebben dat afgesproken. Het is dan voor de Belgen om dat te regelen. Ja. Dus u had de verwachting dat de Belgische spoorwegen daar uitvoering aan zou geven? Ja, vooral dus toen ik dus zag dat zijn opvolgers, hè, want wij werden natuurlijk best wel ongerust toen hij wegging in 2005... Toen ben ik dus bij de staatssecretaris geweest. En toen had ik het vertrouwen, na dat gesprek, dat zijn opvolgers, want dat was op dat ogenblik natuurlijk belangrijk.
hè, gaat die opvolger ook die agreed minutes of die, ja. Die gezamenlijke conclusies delen en in werkelijkheid omzetten. En ja. Na dat bezoek toen hij zei van nou, ik heb een voorstel, dan ga ik in de begroting voor de begrotingsbehandeling inbrengen. Ja, toen had ik dat. Ja, want wie was dat trouwens, die staatssecretaris? Weet je? Ja. Was een man of een vrouw? Een man. Een man, dat weet je nog wel. Ja, ja het wisselt daar. Ja, kan ze goed uit elkaar houden. Ja, ja, ja. Goed. Maar u was er toch niet helemaal zeker van, begrijp ik? Nou, na de wisseling van de wacht niet natuurlijk. Nee. Dan wil je toch nog wel een signaal hebben van ja, ja. Het gaat door zoals afgesproken is. Ja, dus u had toch nog wel enige zorgen? Ja. Of dat, het zou kunnen zijn dat Bert Anciot was in die tijd, maar ik weet het, ik weet het niet meer zeker. Goed, met enige zorg verwachtte u toch dat het zou gebeuren. Ja. Zal ik het zo samenvatten? Ja. Dan, de werkelijkheid is anders gelopen. Wat vindt u nu van dat die samenwerkingsovereenkomst, hè, op dat uiteindelijk pas een paar dagen voordat de Vira in 2012 gaat rijden, dat er dan pas definitieve afspraken zijn gemaakt? Dus eigenlijk 7 jaar na de gezamenlijke conclusies. Ik vind het zorgelijk dat buren op die manier met elkaar omgaan. En wij hebben zelf een dossier gehad waarin we dat naar de Belgen deden. En de Belgen doen dat daar dus naar ons. Ik vind het, het zou niet moeten. Nee. Ik vind het jammer. U vindt, het had eigenlijk wat u betreft in 2005 opgelost moeten zijn. Ja. Dat mogen we concluderen. Maar we hebben zelf ook slechte records wat betreft afspraken. Naar de Belgen toe. Ja, hoezo? Nou, het Wiegepolder. Het Wiegepolder. Maar die had toch niks te maken met... Nee, die had er niks mee te maken. Maar ik bedoel, we verwijten wel de Belgen iets, maar de Chinese muren bestaan niet in de politiek. Maar speelde de kwestie van de het Wiegepolder dan nog een rol met betrekking tot dit vraagstuk? Nee, speelde geen rol. Maar ik bedoel, wat wij toen ondervonden, dat hebben de Belgen ook ondervonden. Dat vormt ons wel. De manier waarop we met elkaar omgaan in verschillende dossiers. Goed, ik geef het woord aan de heer Elias. Nou ja, heel kort nog even over meer in het algemeen die omgang met Belgische collega's en politici. Op de eerste dag, bij ons eerste verhoor, zat hier de heer Kruid van de reizigersvereniging Rover. En die zei, ja, wij doen dat gewoon helemaal verkeerd. Met die Belgen moet je lunchen en een beetje ruimhartig dat aanpakken en niet met karnemelk en een broodje kaas komen aanzetten. Maar er zat een serieuze ondertoon onder. We doen dat niet goed. Wat vindt u daarvan? Nou, ik wou dat meneer Kruid erbij was geweest, want we hebben dat totaal anders aangepakt. We hebben echt over nagedacht van hoe moeten we dat nou doen. Laten we ons conformeren aan de Belgische cultuur. Toen zijn we in de bouwketen van de HSL gaan zitten, langs de lijn, zodat we goed zicht hadden op waar we het over hadden. En waar het om ging, dat daar moest gebeuren, dat daar treinen moesten komen rijden. En toen hebben we een keteraar uitgelegd wat we precies wilden. En die heeft dat tot in de puntjes verzorgd. En de heer van de Lanotte had nog nooit zo lekker gegeten, zei hij. Dus dat is echt... Dat kan het punt niet geweest zijn. En meer inhoudelijk, zei de heer Van Krieken op de tweede verhoordag... Het is één groot misverstand geweest met die Belgen. Er is langs elkaar heen gepraat. Het is nooit duidelijk geworden aan die Belgen wat die Nederlanders nou eigenlijk wilden. Wat wij als Nederlanders wilden. Nou, dat lijkt me ijzersterk. Ik denk dat... De zin van onjuist? Ja, natuurlijk. Maar meneer Van der Lanotte is een van de beste onderhandelaars die ik ooit ben tegengekomen... En die had een heel duidelijk beeld van waar die uit wilde komen. En dat is niet waar we uitgekomen zijn. Dus we hebben wel degelijk precies over onderwerpen gesproken die ertoe deden, zowel voor België als voor Nederland. En maar ik begrijp niet zo goed wat meneer Van Grieken daar nou mee bedoeld heeft. Misschien kunt u dat... Oké, we gaan door naar het materieel, de treinen. Dan is mijn eerste vraag, bent u tijdens de aanbesteding van de treinen formeel of informeel op de hoogte gesteld met welke treinen HSA van plan was te gaan rijden? Nee. Onder minister Netelenbos in 2001 is er in de concessie of in het contract, daar mag ik even af zijn, afgesproken dat het ministerie geen
contact zou hebben, ook niet met een treinenbouwer. Wij mochten ons nergens mee bemoeien. Maar u heeft ook niet van HSA, formeel of informeel, een beeld gekregen van hier willen wij mee gaan rijden op enig moment? Nou, tenslotte wel met welke treinenbouwer. Hè? Dat hebben we ook gedeeld met de Kamer. Tenslotte, maar aanvankelijk niet, nee. Oké. Okay. Ja. Nou, informeert HSA u 24 juli 2003... dat zij in november 2003 treinen gaan bestellen met een maximumsnelheid van 220 km per uur. Wat wel de V220 wordt genoemd. Daarop reageert u met een brief. En die brief stuurt u op 10 oktober. Waarin u benadrukt dat u HSA aan de concessieovereenkomst zal houden. Waarom schreef u die brief? Het ministerie had twijfel of je met een trein die 220 kilometer zou kunnen rijden, of je daarmee de reistijden zou kunnen halen die gecontracteerd waren. En wij moesten ons niet met treinen bemoeien, maar met treindiensten. Hè? En zolang de NS die treindiensten met de afgesproken tijden zou halen, is er niks aan de hand. Maar het ministerie had twijfel of je dat met een trein van 220 kilometer, of je daarmee die treindiensten wel op tijd zou kunnen rijden. Dus toen had u twijfel, maar in november 2003 stelt u in de 13e voortgangsrapportage dat de staat van mening is dat HSA de gecontracteerde rijtijden niet gaat waarmaken. Dat is een stap verder feitelijk. Waarom meldt u de Kamer op dat moment dat u er eigenlijk van uitgaat dat die rijtijden niet waargemaakt gaan worden? Nou, daar waren wij van overtuigd op het ministerie. We dachten dus echt van met 220 treinen kan je dat niet klaar krijgen. Maar waarom heeft u dat dan niet in eerdere rapportages gemeld? Wanneer was de datum van die? De 13e voortgangsrapportage was 26 november 2003. Nou, een maand daarvoor hebben we het gehoord. Dat is okay. Dan kan ik toch niet eerder aan de Kamer. Dat vroeg ik u net. Wanneer had u formeel of informeel gehoord met waar ze mee gingen rijden? U zegt later. Dus u wist voor de 13e voortgangsrapportage waar NS, waar HSA voornemens was mee te gaan rijden. Ja, maar ik denk dat klopt met de data die u noemt. De heer Van Krieken, we hebben hem al even langs gehad hier vandaag. Die is ingehuurd vanwege expertise door het ministerie. Laten we dat even in herinnering roepen. En hij heeft in 2001 aangegeven ernstige twijfels te hebben bij die haalbaarheid van die rijtijden naar Brussel met treinen voor 220 km per uur. Dan zitten we toch nog even met wanneer was nou bij u voldoende bekend dat 220 materieel zou worden ingezet? En wanneer ging die alarmbel dat daarmee de rijtijd helemaal niet gehaald zou worden? Nou, dat is in 2003 geweest. Daarvoor was ik er niet. Nee, maar uw ministerie wist het eigenlijk al in 2001. Als ik in november aan de Kamer meld, het wordt 2020 treinen. En wij hebben ernstige twijfels of dat wel haalbaar is met die treinen. Ja, heel veel eerder zal het niet geweest zijn. Nee. Maar wist uw ministerie en daarmee onder uw verantwoordelijkheid al dat ze hadden ingeschreven met materieel waarmee je de treinen, de rijtijden niet zou halen? Nee, staat mij niet bij. Staat mij niet bij. Maar als ik u voorhoud dat in 2001 Van Krieken, ingehuurd vanwege zijn expertise, eigenlijk al zegt, dit wordt hem niet, in uw termen van net, dit wordt hem niet. Wist uw ministerie dus eigenlijk al eerder dan die 13e voortgangsrapportage dat hier een knelpunt lag? Ja, en ik heb er niks bij. Dus ik ben eind mei 2003 gekomen en dat is niet het eerste wat op mijn bureau lag. Heeft u NS op enig moment duidelijk gemaakt van, het kan allemaal zo zijn jongens, maar die 220 km per uur gaat niet volstaan? Ja, daar is wel over gesproken. Wanneer? Ja, we hebben echt talrijke gesprekken met de NS over dit soort zaken. En ook ambtelijk wordt daar natuurlijk, er waren gewoon echt twijfels op het ministerie, wat kan dat nou wel? Eigenlijk dachten we, dat kan niet. Ik vind het belangrijk om erachter te komen wanneer was dat. En in de aanbesteding is dat ook veranderd. Helder. In de aanbesteding met Ansaldo heeft de NS, is dat op een zeker moment door Ansaldo ook 2,50 van gemaakt. Precies. En dat is waar ik naartoe wil. Ja. Houdt u dat in gedachten en dan kom ik terug bij de vraag, wanneer was nou echt serieus bij u bekend dat met 220 het een probleem zou worden? En wanneer heeft u dat aan NS medegedeeld?
Ja, als ik op uw datum afga, dan is dat, moet dat dus voor november of oktober van 2003 zijn geweest. En dat, dat heeft misschien met de conversatie met meneer Dupke te maken. Dat weet ik niet. Ik kan er naar kijken, ik weet het niet. Wanneer dat precies geweest is. Maar één ding staat vast, dat ze in 2050, dat ze er kennelijk zelf ook twijfels over gehad hebben. En dat ze 2050 gecontracteerd hebben. Kijkt u even of u daar iets terug kunt halen? Ja, ik kan het hier niet, het is een heel verhaal. Bijna 10 bladzijden, kan ik ze gewoon niet vissen. Heeft u de NS op enig moment laten weten dat u er eigenlijk vanuit was gegaan dat het 300 km per uur zou worden, het materieel? Ja, dat was wel de bedoeling geweest natuurlijk. Daar wordt de baan op gedimensioneerd, daar is het veiligheidssysteem op gemaakt. En ja, dat was natuurlijk toch echt de bedoeling. Er ligt straks een infrastructuur die gereed is voor 300 kilometer. Dus dat was echt uw focus, was te gaan met 300 kilometer per uur gereden worden? Ja, met 300 kilometer rijden. En op enig moment komt u erachter dat NS 220 wil gaan inzetten? Ja. En dat wordt een issue op dat moment? En dat wordt 250. Nou, daar hebben ze van aangetoond dat dan kon. We zijn ook nog geconfronteerd natuurlijk met de minuten die verloren zijn in België, de 8 minuten. Ze hebben dat gedaan, die 220 en die 250, om ook voor het Nederlandse traject, omdat daar veel gestopt moest worden, zou met een trein van 300 kilometer, die zou zo vaak moeten stoppen, dat de topsnelheid eigenlijk nooit gehaald zou worden. Ja, dan is een trein van 300 kilometer natuurlijk ook overbodig. Maar alleen op het Belgische deel van het traject kan je 300 rijden. Het Thalys rijdt dat ook. Ja. Maar op een moment weet u dat voor de lijn waarin meer gestopt wordt, er wordt gedacht aan 220. HSA is anderhalf jaar bezig geweest met een aanbestedingsprocedure voor een V220. Terwijl ook op het ministerie, dus het beeld is ontstaan, met deze snelheid gaan we het niet halen. Ja. Wordt de concessie niet nagekomen. Ja. Ja. Is dat niet bijzonder? Hoe bedoelt u? Waar wilt u heen? Dat uw ministerie weet met een V250, V220 gaat de reistijd niet gehaald worden. Dat is gecontracteerd. Anderhalf jaar lang wordt daar wel op geacteerd. Dat is de uitvraag. Dat is dan toch bijzonder dat u eigenlijk op dat moment zou hebben kunnen weten dat die concessie niet wordt aangekomen. Maar ik weet niet precies welke anderhalf jaar u bedoelt, want in 2003, eind 2003 horen we dat. Gaat er een bericht naar de Kamer. Nee, want 29 mei 2002 start de officiële aanbesteding van de V220. En in december 2002 wordt het bestek ingestuurd. Met een deadline voor de biedingen, april 2003. En al die tijd, en dat gaat dus door tot het moment van tekenen veel later, gaat het door al die tijd met een V220. Alles gaat over die V220, terwijl u op het ministerie eigenlijk weet, met die V220 gaan we niet op tijd in Brussel zijn en wordt dus niet voldaan aan de concessie. Ja, nou dat beeld heb ik, wat u schetst van dat doorlopende traject al ver voordat ik er was, dat heb ik niet. Ik word op een zeker moment in 2003 word ik geconfronteerd met het feit dat er 220 sprake van is. Daar komt de verklaring, die komt dus door het traject in Nederland, moet het te vaak stoppen. Het is eigenlijk net de HSL Oost, hè, waar ook een hoge snelheidstrein nooit op snelheid zou komen. Dus dat je daar zegt, voor dat traject zet ik geen 300 treinen in. Nou ja, daar kan ik me dan nog wel iets bij voorstellen. Je kan nooit 300 rijden. Hè. Nee, maar in het bod van de NS staat al, wij gaan 220 inzetten. Ja, dat heb ik niet. Het ministerie wist het wel. U zegt, u heeft het niet, u heeft misschien niks met die treinen, maar feit is dat uw ministerie in 2001 al weet, met 220 gaan we het niet halen. Op een bepaald moment wordt er een bod gedaan voor V220. Iedereen weet, het gaat het niet worden. En op een bepaald moment zien we in de aanbestedingsprocedure iets bijzonders gebeuren. Namelijk, ineens wordt die V220, V230 en ineens wordt die V250. En de vraag is, waar kwam nou die druk vandaan om dat te laten gebeuren? Kwam die vanuit het ministerie?
Nou, in ieder geval is er druk geweest vanuit het ministerie. Of dat tijdens die onderhandelingen was, daar kan je natuurlijk niet inkijken. Maar wat ik weet is dat Ansaldo heeft gezegd dat het eigenlijk helemaal niet zoveel duurder zou zijn. En dat die trein ook best harder zou kunnen rijden. En dat de NS toen gelukkig eieren voor zijn geld heeft gekozen. En 2,50 heeft gecontracteerd. Maar u heeft daar niets aan gedaan zelf? Ja, wij hebben onze zorg uitgesproken. Maar treinen is echt de zaak van de vervoerder. Wij hebben geen verstand van treinen en wij hebben niks met treinen. Die treinen moeten rijden en en de NS is verantwoordelijk en de HSA is verantwoordelijk voordat ze hard genoeg rijden om te kunnen doen wat ze beloofd hebben. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Maar ze zijn wel gewaarschuwd door het ministerie van wij denken dat je het niet gaat halen. We hebben dat met de Kamer gedeeld, wij bezorgd waren daarvoor. Ja, NS heeft natuurlijk wel oren. Dus toen Ansaldo heeft gezegd van het kost niet zo heel veel meer om 2,50 te rijden, ja, toen is de NS daar gelukkig onmiddellijk mee akkoord gegaan. Ja, maar u weet dus niet dat er druk uit is geoefend, maar u weet dat uw ministerie zorgen. Maar ik denk dat de druk naar de Kamer en het bericht naar de Kamer en het feit dat wij gewaarschuwd hebben van in een brief van kom op, wij denken dat je het niet gaat halen, daar zijn ze natuurlijk wel van gaan nadenken. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, mevrouw Peijs, nog even doorgaand op dit onderwerp. U gaf volgens mij net wel aan dat er wel druk vanuit het ministerie is geweest richting NS. Ja, dat mag ik zo bevestigen. Ja. Snelheid te verhogen. Weet u ook hoe die communicatie verlopen is? Is er overleg ook nog geweest met de top van de NS door uw departement? Nee, dat weet ik niet. Maar er is wel druk uitgeoefend vanuit uw ministerie. Er is officieel zorg uitgesproken dat het ministerie bang was dat 220 niet genoeg was om de afspraken na te komen. En dat de NS zich daar wel van bewust moest zijn. En tegelijkertijd contracteren wij geen treinen. Hè. Wij hebben niet gezegd, u moet Ansaldo nemen of u moet met Pietje Puk in overleg of in consultatie gaan. Maar ze moeten gewoon afspraken nakomen uit de concessie. En daar was dus wel twijfel aan. En dat is ook gedeeld met de Kamer en ik denk dat dat op zich al een grote druk is voor de NS. Ja, de boodschap is in ieder geval, zegt u, ontvangen door de NS. En u maakt zelf een heel mooi bruggetje naar mijn onderwerp, namelijk de fabrikant Ansaldo Breda. U zegt dat is eigenlijk iets waar het ministerie zich eigenlijk niet mee bemoeit. Toch is het zo dat op 13 oktober 2005 u aan de Tweede Kamer meldt dat Ansaldo Breda de opdracht heeft gekregen om de treinen te bouwen. Maar dat het probleem met de fabrikant is dat deze geen ervaring zou hebben met hoge snelheidstreinen. Ja. Waar baseert u dat op? Nou, wat ze altijd gemaakt hebben. Dus geen stiekeme treinenbouwer. Er is van allerlei informatie natuurlijk over Ansaldo Breda en die hebben van alles gemaakt, maar geen hoge snelheidstrein. Wel een tram en allerlei zaken. En als ik u voorleg dat ze betrokken zijn geweest in een consortium, Ansaldo en Breda, dat waren nog twee aparte bedrijven, en dat ze gewerkt hebben aan de hoge snelheidstrein in Italië, de ETR 500. Ja, maar alles wat buiten Italië alles wat de grens over is gegaan, dat is niet goed gegaan. Maar dat staat niet in uw toelichting. U zegt tegen de Kamer, Ansaldo Breda heeft geen ervaring met hoge snelheidstreinen. Er staat niet bij, met uitzondering van Italië. Ja, ik denk dat Italië een ander klimaat heeft als bijvoorbeeld Denemarken en Nederland. Het is er wat warmer, denk ik. Maar los van dat feit, hebben zij daar wel in een consortium gewerkt aan de hoge snelheidstrein? Nou, de informatie die ik op dat ogenblik had, ik ga het niet de Kamer voor jokken. Dus dat is ongetwijfeld de informatie gehad die ik op dat geweest die ik op dat ogenblik had. En als u hoort van mij dat zij wel in Italië gewerkt hebben aan de hogesnelheidstrein in een consortium, zegt u dan van dat was op dat moment niet bij u bekend? Nee, niet bij mij. Nee. Want als u dat had geweten, had u dat ook in de communicatie richting de Kamer bewust iets anders vertellen dan wat ik weet. Ja. U gaf net ook iets interessants aan over het materieel. U zei, ja, ze maken rare treinen. Dat zei u helemaal aan het begin in de dialoog in het verhoor met volgens mij collega Van Gerven of de heer Elias. Wat bedoelde u daarmee? Dat Ansaldo Breda rare treinen maakt? Dat ze rare treinen maken? Ja. Dat zei u tussen neus en lippen. Had u zorgen over het materieel? Laat ik de vraag anders stellen. Had u zorgen over het materieel van Ansaldo Breda? Ik word nou wat onzeker omdat u zegt van nou dat hebben ze allemaal wel gedaan. Maar bij mijn weten toen, hè,
Daar hebben we het over. Bij mij weten, toen was het geen hoge snelheidsbouwen, maakten ze trams en allerlei soorten dingen, maar geen hoge snelheidstreinen. En we hebben er hele slechte ervaringen mee, en de Denen ook. Hè? Veel klachten. En wat weet u daarover? Want u zei net, hè, ze maken rare treinen. Kunt u dat iets meer toelichten wat u daaronder verstaat? Ja, het spijt me dat ik dat gezegd heb, want dat is iets. Ik heb het ook even niet. Kom er even niet bij wat ik daar nou precies mee bedoeld heb. Maar wat u in ieder geval bedoelt, volgens mij, u had zorgen over de fabrikant. Dat is precies. Alsalde Breda, omdat u. Ik had echt zorgen over de fabrikant. En ook de manier waarop het ging. Want de NS had natuurlijk een bepaalde prognose gedaan voor aantallen reizigers. En er zijn dus allerlei eisen gesteld aan die treinen. En eigenlijk waren de series heel klein. Dus bijvoorbeeld een Alstom heeft daar tegenaan gehikt. Een kleine trein waar heel veel aan gewijzigd moet worden. Dus niet iets wat je zo, ja. dat je zo van de planken koopt. En dan hebben ze zichzelf natuurlijk, door die enorm hoge prognose van treinreizigers, hebben ze zichzelf in die situatie gebracht. Want waarom niet gewoon een Thalys? Die Thalys doen het al jaren prima. En waarom niet gewoon een Thalys? Maar de Thalys heeft zo'n smal deurtje. En met de aantallen reizigers die de NS in hun prognose had staan, moest je heel snel kunnen optrekken, heel snel kunnen remmen. En er moesten heel veel reizigers in een hele korte tijd in en uit die trein. En dat kon niet met die kleine deurtjes. Dus ze hebben eigenlijk vallen ze daar in hun eigen zwaard. Ja, dus u heeft eigenlijk nooit begrepen dat Alsalde Breda gekozen is als fabrikant, maar ook niet de treinen die uiteindelijk gebouwd zijn. Daar heeft u altijd eigenlijk wel vraagtekens bij. Ja, hoe ze dus hele nieuwe treinen worden. En laten we maar zeggen, non-proven. Ja, als u nou zegt, hè, want nog even over dat algemeen overleg, hè, waarin u zei van Alsalde Breda heeft geen ervaring met hoge snelheidstreinen. Dat is natuurlijk ook wel een sneer naar de NS, die referenties heeft gecheckt en die uiteindelijk Alsalde Breda zeg maar heeft gekozen. We zijn er ook deze week achtergekomen dat ervaring op hoge snelheidstreinen, dat er daar nou niet echt expliciet naar gekeken is. Maar we zitten ook in dit verhoor ook te kijken van naar de rol van de staat en de NS. En door dat soort uitspraken heb je natuurlijk wel een overheid die zich ook toch wel wat bemoeit zeg maar, met de fabrikanten en met de treinen. Vindt u dat een rol van de staat om daar zulke stellige uitspraken over te doen? Wij hebben ons nooit bemoeid met de keuze. Dit was een opmerking achteraf, toen hadden wij de keuze gemaakt. Ja. We hebben ons nooit bemoeid met de keuze. We hebben wel eens, toen het zo lang duurde en allerlei vertragingen opdragen, we hebben wel eens gedacht van, we mochten dus niks, we mochten ook niet gaan kijken, we mochten ook geen contact opnemen met Ansaldo, dat we ze in vermomming wilden gaan kijken, maar dat hebben we niet gedaan. Okay. We hebben in dit verhoor gesproken over de zorgen over de financiële positie van HSA, de zorgen over de afspraken met de Belgen, dat duurde daarna nog 7 jaar voordat die afspraken er kwamen, zorgen over de rijtijd, zorgen over de fabrikant, zorgen over het materiaal. Eigenlijk een stapeling van zorgen. En wat wij ons ook als commissie afvragen, mevrouw van Torburg heeft die vraag ook al een keer gesteld, van wat heb je nou zelf gedaan als overheid en wat heb je zelf nou gedaan als aandeelhouder om die zorgen, om in te grijpen? Nou, ik denk dat we heel veel gedaan hebben. Ik ben voor de NS met de Fransen gaan praten, ben met de Belgen gaan praten. Als de NS zei van je moet een Franse veiligheidssysteem in de baan schroeven, hebben we daar een serieus onderzoek naar gedaan. Ik heb gezorgd, behalve de HSL hadden we ook de Betuweroute vanzelfsprekend. Het was niet zo dat het enige grote project was. We hadden ook nog de Betuweroute en op de Betuweroute hadden we een probleem met treinen die over ERTMS konden rijden. En toen heb ik treinenmakers gevonden die dat dus zouden kunnen op een redelijk korte termijn. Maar heel veel problemen zijn wel blijven bestaan. Hè, als we het hebben over de afspraken met de Belgen. Hè, 7 jaar heeft dat geduurd voordat ze er waren. De problemen met de fabrikant. De problemen met de financiële positie van HSA. Het lijkt wel alsof dat allemaal doorsudderde. En dat het lastig was om de problemen ook echt op dat moment vanuit uw verantwoordelijkheid op te lossen. Ja, weet je, je kunt geen overeenkomst maken met één partij. Je
hebt bij iedere overeenkomst die je maakt, heb je twee partijen nodig. En als de Belgen daar absoluut geen zin in hebben, dan is het echt heel moeilijk om ze daartoe te dwingen als daar niet van tevoren een stevige afspraak staat. Die stond, hebben we al geconstateerd dat die er dus niet stond. En we hebben dus met allerlei zaken, de Fransen hebben hun ombouwperiode destijds op mijn verzoek van maart 2008 naar oktober 2007 gebracht. Dus op allerlei punten hebben we in mijn periode wel degelijk iets bereikt, alleen dat het niet beklijft. Ja, dat zie je pas later. Ja, dus wel bereikt een aantal dingen, maar niet opgelost. Kan ik dat zo? Nou ja, niet wel, op dat ogenblik leek het opgelost, maar het beklijft niet. Hè? Ja, dus maar als u zei, wordt niet achteraan gegaan, ja. of er worden er niet bij gehaald, of de Belgen die veranderen van plan. Hè? Maar het zijn allemaal dingen die je niet altijd in de hand hebt. Ja. Er zijn ook allerlei zaken van, ook van de NS, die moesten, het Belgische systeem moest in de baan geschroefd worden, het Franse systeem moest in de baan geschroefd worden. Als we dat hadden gedaan, hadden we tot op de dag van vandaag geen ERTMS gehad, want de Franse staat was natuurlijk nooit meer de Thalys om gaan bouwen naar ERTMS als ze eenmaal het Frans systeem in de baan hadden geschroefd. Bovendien was dat niet veilig. Maar het lijkt wel alsof treinen van 300 kilometer rijden. Maar het lijkt wel alsof die overheid een aantal dingen ziet. Ja, we hebben het net gehad over de fabrikant, over de rijtijden, over twijfels die u had over het materiaal, maar dat er niet wordt ingegrepen. Ook de financiële positie van HSA, het sukkelt maar door. Ja, maar die was gewoon nog niet aan de orde. Die was gewoon niet aan de orde. Dus het is zo ver vooruit nog. Als je ziet wanneer dat echt een probleem wordt, dan moet je toch echt een trein hebben. In onze tijd was er in geen velden of wegen was er toch maar een trein te bekennen. Dus waarom gaan we nou een probleem oplossen waarvan je helemaal nog niet eens zeker weet dat het komt? Je ziet het aankomen, ja, heel in de verte. Maar niet zolang er geen treinen rijden. Dus je kunt je toch ook voorstellen dat een overheid denkt van, ik los de problemen op als ze er zijn. En als het iets is wat je van tevoren pertinent moet doen, dan moet je dat ook doen. Maar je had toch in kunnen grijpen bijvoorbeeld als concessiehouder richting HSA? Waarin? Nou, kijk het naar de financiële positie. We hebben het net gehad over passief aandeelhouderschap, hè, waarvan u zegt van, nou, dat was in die tijd was dat eigenlijk op afstand. Maar je had natuurlijk ook als concessieverlener meer dingen kunnen doen. Ja, ik wou net zeggen, wij zijn niet de houder, maar de verlener. Zij zijn de houder. Nou, sorry, excuus, verlener, ja. Maar vanuit die rol had u natuurlijk ook wat kunnen doen. Maar wat dan? Ik vraag het aan u, maar blijkbaar wist u op dat moment niet wat u verder nog dingen kon doen. Er was natuurlijk wel een concessie. En er was toch geen urgent probleem? Maar u zegt zelf een aantal keren van de bezorgdheid ook. Kijk het naar Nederland, hè, periferie. De reizigers verdienen een hoge snelheidstrein. Dan zie je een aantal problemen ontstaan in de loop van de periode en die blijven maar voortsukkelen. Ja, maar dat waren niet de problemen. Dat waren niet de problemen die later voor de vertraging zorgen. De echte vertraging die komt uit het feit dat Ansaldo voortdurend zegt, we leveren. En dat gelooft de NS ook. En ja, wij konden ook niet controleren of dat niet zo was. Dus ze zeggen van die treinen komen. En tenslotte komen ze niet. Denkt u misschien, hadden wij zelf het probleem met de infrastructuur. En dat was, het kwam natuurlijk in 2006, popt dat op. Dus de problemen die u noemt, die waren niet de uiteindelijke oorzaak van de vertraging. Dat u ziet niet een relatie, en zorgelijk. Ja. En maar u ziet niet een relatie met de complexe eisen vanuit de concessie bijvoorbeeld? Dat het misschien een heel complex, dat we het met elkaar een complex project van hebben gemaakt. Ja, het was natuurlijk een heel complex project, al die tijd. Ook technisch is het een complex project geweest. Maar je moet wel het probleem van de HSA en van de toekomst en de financiële toekomst van de HSA, die hebben ze wel buitengewoon vroeg op tafel gelegd, toen het er nog in geen velden wegen te bekennen was. Maar je zag in uw periode al een stapeling van problemen en die stapeling van problemen die gingen door. Nee, we hebben ze geregistreerd. En we hebben wat we eigenlijk tegen elkaar gezegd hebben is van, nou, als ze echt gaan optreden, hè, dan gaan we handelen. Ja. Okay. En dat moet ook natuurlijk. Ik geef het woord weer even aan de heer Van Gerven. Voor is natuurlijk wel een beetje vroeg. Ik wil nog even stilstaan bij de discussie die de voorzitter met u had. Of de discussie, het verhoor over de rijtijd, de 93 minuten.
Het ministerie wist van meet af aan dat NS 220 treinen ging bestellen, of HASA. Nou komt u daar, of u wordt daarmee geconfronteerd, oktober-november 2003. Ruim een jaar later. En we mogen constateren dat dan het ministerie actie onderneemt richting NS. Om te zeggen, luister, 220 kan eigenlijk niet. Ja. Is dat niet te laat? Nee, was nog geen trein, was nog geen treinbestel. NS is al meer dan een jaar bezig met een aanbestedingsprocedure. Had het dan niet in de reden gelegen dat het ministerie in 2002 aan de bel had getrokken? Zeg, luister, met 220 kan het niet. Ja, dan moet u aan meneer De Boer vragen. Nee, maar ik vraag het aan u. Ja, ik weet niet of dat niet gebeurd is. Ik kan er niks over zeggen. Nou, u zegt dat... Ik wist het in 2003, maar wat er in het ministerie gebeurde, ik was er niet in 2002. Nee, maar u minister, was er... Minister De Boer, die luister, zat er... u was er vanaf mei 2003. Ja. Ja. En wij hebben nu gesproken en we zien dat, uit uw woorden begrijpen we, dat aan het eind van het jaar, dat er toen actie is ondernomen richting NS van 220 kan eigenlijk niet. Ja. Mijn vraag is, had dat niet in 2002 moeten gebeuren? Ja, maar wat ik, mijn antwoord is dat ik niet weet of het niet gebeurd is. Ik weet niet of het gebeurd is. Ja. U weet niet of het gebeurd is, maar als die druk nou eerder was toegepast, had HSA dan die aanbestedingsprocedure opgestart, hè, met treinen met een hogere snelheid, bijvoorbeeld die V250, waren er dan bijvoorbeeld meer aanbieders geweest? Of een eerlijkere procedure? Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, omdat er niet een echte hoge snelheidstrein werd aanbesteed, heeft Bombardier bijvoorbeeld daarvan afgezien om aan te bieden. Dat zou kunnen, ja. Goed, dus ik samenvat het op dit punt, zegt u, ik weet niet of er in 2002 of voor mijn tijd druk is uitgeoefend. In mijn periode, aan het eind van het jaar, zeker. Ja. En wellicht was het toch beter geweest om... dat eerder te doen, zodat er meteen een duidelijke aanbesteding was geweest, bijvoorbeeld voor een V250 of sneller. Ja, maar ik weet ook niet, hè, om even toch wel even ook naar de NS eerlijk te blijven, ik weet ook niet of dat dat wordt gezien als een hoge snelheidstrein, 250. Ik denk dat echt 300, dat een echt hoge snelheidstrein is. Dus als 250 genoeg was geweest om andere aanbieders binnen te brengen, Zeker. Dan mag ik hier ter plekke van afwezen. Maar had er dan in de aanbesteding niet gewoon 300 kilometer moeten staan? Als harde voorwaarde, in plaats van 93 minuten? Nou, dus niet voor het traject waar ze dus die treinen voor wilden gaan gebruiken. Als het argument van de NS is geweest, die gaan we aan de binnenlandse traject inzetten. Daar moet hij zo vaak stoppen dat hij nooit op 300 kilometer zal rijden. Nee, maar... Dat punt heeft u gemaakt, maar gaat, die 220 haalt niet Amsterdam-Brussel in 93 minuten. Nee. Daar heb je eigenlijk zeg maar die 300 kilometer treinen voor nodig. Had dat niet gewoon, was het niet beter geweest als dat gewoon hard in een concessieovereenkomst had gestaan? Degene die het krijgt moet gewoon treinen van 300 kilometer bestaan. Maar de NS wist dus dat ze dat moesten gaan doen en heeft daar van daaruit conclusies getrokken en is treinen gaan bestellen. Nee, maar er was een escape mogelijkheid. Kennelijk. En de vraag is dus of niet toch treinen van 300 kilometer in het contract hadden moeten staan, spijkerhard. Ja, misschien wel. Naar uw mening. Het was wel helderder geweest. Maar waar ze voor gebruikten, toch nogmaals, waar ze voor in wilden zetten... Ja, maar dat punt heeft u gemaakt. Ja, dat is helder. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ja, we gaan naar het eind van het verhoor. Er is nog één onderwerp dat is overgebleven. Een paar keer is al de afkorting ERTMS langsgekomen. Dat staat voor European Rail Traffic Management System. Een ingenieus systeem waarin de wal en de trein met elkaar over de veiligheid communiceren. Standaard voor heel Europa. Dat levert dan vertraging op, maar dat is een probleem van de infrastructuur. Zoals dat dan heet. Door die vertraging in de oplevering van de infrastructuur zal de aanvangsdatum moeten worden verschoven, dat er dus met die treinen kan worden gereden en eindelijk een keer wat verdiend kan gaan worden en eindelijk die reiziger kan instappen. Dat is de datum waarop het vervoer dus begint. Was al een keer verschoven, die staat op dat moment, in de zomer van 2007, staat die datum nog op 1 april 2007.
Nu hebben we zojuist geconstateerd dat ook die treinen vertraagd waren. Die datum, daar wordt dan op een gegeven moment mee geschoven, daar kom ik straks op. Maar even, was op dat moment van de zomer van 2006 voor het departement al duidelijk dat als die datum vastgehouden zou worden, 1 april 2007, die dus verschoven zou gaan worden als gevolg van infrastructuurproblemen, samenhangend met dat Europese standaard veiligheidssysteem. Was toen al duidelijk op het departement dat HSA helemaal niet op tijd de treinen zou hebben om per 1 april 2007 te gaan rijden? Als die datum zou worden vastgehouden. Als u met het departement bedoelt een gedeelte ergens in de organisatie, dan moet ik zeggen, ja, dat wist. Dat begon toen wel duidelijk te worden. Als u bedoelt het hele ministerie, inclusief top en minister, dan moet ik zeggen dat we dat niet wisten. Dat daar werd blijft pas u duidelijk. Voor de informatievoorziening binnen uw departement, aan uzelf bent u ook verantwoordelijk, toch? Ja, nou ja, ik bedoel, niet ieder probleem komt meteen naar de minister. Iedereen probeert eerst een probleem op te lossen. En dat is natuurlijk wat maar er dat was nog niet gelukt, het oplossen van het probleem. Nee, dat is ook niet gelukt. En dat was een heel vervelend probleem. Overigens is de ERTMS ook, ik beantwoord uw vraag wel hoor, overigens dat probleem niet alleen van de infrastructuur, maar dat is ook van de treinen. Want de ERTMS is voortdurend gebruikt bij het uitstel van de bouw van de treinen als een probleem. Terwijl dat dus gewoon niet was. Ik probeer het nu even te beperken tot de infrastructuur nou, zelf. Ik zal eens even vertellen wat er aan de hand was. De projectorganisatie van het ministerie, die heeft de overgang van 2.2.2 naar de versie 2.3.0 gezien als een financieel punt. Die hebben alsmaar gedacht dat ze in het ootje genomen werden door de bouwer, dat de bouwer veel te duur was, dat de prijs naar beneden kon, en hebben dus over de prijs onderhandeld en hebben niet in de gaten gehad dat er ook een planningsrisico aan zat. Dat heeft eigenlijk heel lang geduurd. En op een zeker moment hebben ze met HSA contact opgenomen en gezegd van, nou, dit is ons probleem, vinden jullie het erg om als je gaat testen even, dat je nog niet de hele baan kunt gebruiken, maar op bepaalde gedeelten kunt testen. En daar is HSA eigenlijk heel lang mee meegegaan. Ja. Tot eind september. Maar mijn vraag was een andere. Mijn vraag was, u beschrijft nu de problemen die zich daar voordeden. Ja? Mijn vraag was, zouden die problemen er niet zijn geweest, dan zou er dus op 1 april 2007 gewoon over die baan gereden kunnen worden. Ja. Wist het departement op dat moment, zomer 2006, dat als er gewoon over die baan gereden zou kunnen worden per 1 april 2007, HSA helemaal geen treinen zou hebben? Ja, dat wisten ze. Dat wisten ze. Ja. En had dat dan niet een extra aansporing voor u moeten zijn om daar nog veel harder achteraan te zitten bij HSA? Zorg dat die treinen er komen. Toevallig hebben we nu vertraging met de infrastructuur, maar zouden we die niet hebben, dan zou de exploitatie niet kunnen beginnen, omdat u uw spullen niet op orde hebt. Maar dat hebben we bij voortduring gedaan. Want de HSA zei dus bij voortduring, ja, het ligt aan jullie, want jullie hebben de specificaties van de ERTMS niet met ons gedeeld. Maar dat is echt onzin. Dat is echt onzin. Want het is, je bouwt de trein niet om het kastje, maar je bouwt het kastje in de trein. En dat heeft in het allerlaatste gedeelte van het productieproces, komt dat kastje in die trein. Over die infrastructuur. Dat moet natuurlijk worden begeleid, meegeregeld, beoordeeld vanuit uw departement. U krijgt begin 2006 een brief van collega Zalm. En u krijgt op 18 december 2006 nog een brief. En in beide gevallen zegt hij in redelijk stevige bewoordingen voor zo'n brief tussen ministers van de een aan de ander. Wij zijn onaangenaam verrast. De projectorganisatie en de interne organisatie en aansturing binnen het departement van Verkeer en Waterstaat, dat is niet op orde. De informatie komt slecht naar boven. Dat is allemaal niet goed. Wil je dat, zoals dat dan heet, optimaliseren? Hoe reageerde op die brief van Zalm? Ik kan me die brief helemaal niet herinneren. Hij bestaat, en de tweede ook. Ja,
Maar wij hebben ons natuurlijk, en had ik nog niet eens een brief voor minister Zalmer nodig, wij hebben ons daar natuurlijk enorm in verdiept en gedaan wat we konden om dat probleem op te lossen. Maar het is wel zo dat ERTMS in de baan is een moeilijk probleem. Het is een moeilijk probleem. Nee, maar dat geloof ik. We hebben het nu over de manier waarop er volgens het ministerie van Financiën, wat zeg ik, volgens de minister van Financiën in uw departement niet professioneel genoeg wordt omgegaan met het begeleiden van dat proces. Hoe reageert u daarop? Ik heb in het einde van 2006 heb ik de auditdienst van het ministerie heb ik opdracht gegeven om heel minutieus te kijken wat daar aan de hand is geweest. Ik heb het organisatieprobleem opgelost, want er waren twee bijna autistische delen van het ministerie die elkaar iedere 14 dagen spraken in de 14-daagse reguliere spooroverleg, maar daar niet over. Maar waarom grijpt u pas in bij dat autisme eind 2006, terwijl u in 2003 begint? Ja, omdat ik dat kwam toch niet ineens halverwege het jaar opzetten, dat autisme? Ja, dat komt dus wel. Dat komt dus wel. Dat is, het is in de projectorganisatie heeft dat dus een hele tijd voortgeziet zonder dat het naar boven is gekomen. Daarom vroeg ik u net van, bedoelt u binnen een gedeelte van het ministerie of bedoelt u in het hele ministerie? Dat wist ik niet. In juli van 2006 heb ik dat probleem vernomen. Toen hebben we alles op alles gezet om dat op te lossen. Ik heb tenslotte ook een organisatieverandering gedaan. Ik heb de auditcommissie dat onderzoek laten doen. Ik heb bijna op de laatste dag dat ik op het ministerie was, heb ik de Kamer laten we een AO houden. Want ik wil niet dat de heer Eurlings hiermee mee opgezadeld wordt, zodat ik kan vertellen aan de Kamer kan vertellen. U heeft onder mij maatregelen genomen, maar mijn vraag is, was u daar niet rijkelijk laat mee? Ja, ik kan ze niet nemen voordat ik ze weet. Ja. Heeft u kennis genomen van de aantekeningen van de heer Zalm op de notities die hij van zijn ambtenaren kreeg over hoe dat bij u op het departement geregeld was? Hij vertelde ons, dat daar stond in zijn grote hanenpoten, 's avonds later bijgeschreven, amateurisme, dramatisch, wat is dit nu weer? Ja, dat is, ja. Ik vind de woorden van de heer Zalm zijn voor de heer Zalm, maar ik denk niet dat de heer Zalm ooit iets te maken heeft gehad met ERTMS. En het is geen amateurisme. Het is gewoon een hele moeilijke zaak. En er is een specificatie voor een nieuwe versie van ERTMS. En er heeft de adviesboord, die onze projectorganisatie, en dat waren echt specialisten op dat terrein, die hebben gezegd, je moet eerst 2.2.2 afmaken voordat je naar de nieuwe versie gaat. Nou, dat had, als ze mij gevraagd hadden, had ik gezegd, als de donder naar 2.3.0 en niks afmaken. En daar is het verkeerd gegaan. En dat is niet naar boven gekomen. En dat is heel erg jammer, want dat is, anders had je er iets aan kunnen doen. Heel maar er zijn jammer. Dus gewoon specialisten, zijn dus gewoon in hun denken. Nou, ik heb altijd gezegd, van, dat lijken wel autisten. Niet amateuristen, autisten. Maar u stond aan het hoofd van dat departement op dat moment? Ja, daar ben ik me diep van bewust. Tussen juli en december 2006 is een discussie met die HSA over de nieuwe aanvangsdatum. Op 15 december 2006 spreekt u hier met de president-directeur van de NS, Tim Veeman, over. Wat wordt er dan afgesproken over die datum, weet u dat nog? Wat was de vraag? Er is steeds discussie met HSA over een latere datum om dan echt te beginnen. En daar spreekt u op 15 december 2006 over met de president-directeur van de NS, de heer Veeman. Weet u nog wat er dan wordt afgesproken over die nieuwe datum? Dat is zo gauw. Want er moest dus 6 maanden, de vervoerder stond erop om 6 maanden lang te kunnen testen. Hè? Er moet gecertificeerd worden, er moet een inspectie moet op de baan. Ja, dat zou alles bij elkaar zou dat van 6 tot 10 maanden kunnen variëren. Nee. En dat is een hele grote ramp. Dat is echt een grote ramp. Voor wie? Nou, voor de treinreiziger. En in dat gesprek had u het toen ook nog over de financiële vooruitzichten van High Speed Alliance met de heer Veeman? Nou, wat ik heel jammer vond, is dat er destijds in alle afspraken, dat was een van die afspraken die ik bedoelde die er lagen voor mijn tijd, dat er niet is afgesproken dat als er 2 faalden, zowel het ministerie als de vervoerder, dat er dan niemand iets zou hoeven betalen.
Nou, je kunt heel pragmatisch zijn en zeggen van, nou ja, het feit dat, dat voor de infrastructuur betaald moest worden aan de HSA, dat heeft het leven van de HSA verlengd. Maar dat is me wel iets te praktisch. Dus ik vond het jammer dat er, waar er twee schuld hadden, er maar één de schuld kreeg. Maar waar ik naartoe wou is eigenlijk, was dat niet ook het moment om te zeggen, nou ja, als je dan later moet gaan rijden, dan wil ik toch in ieder geval die precieze cijfers nog steeds van jullie al dan niet geactualiseerde business case, jullie ondernemingsplan waarin u staat, die wil ik op tafel hebben, want we hebben nog steeds geen cijfers van jullie. Nee, ik denk niet dat dat op dat ogenblik mijn grootste zorg was. Mijn zorg was op dat ogenblik de infrastructuur. ik wil naar de Kamer om dat te vertellen. In februari ben ik is mijn laatste maand op dit ministerie. En ik wilde er absoluut Eurlings niet mee opzadelen. Maar het lijkt een prachtig moment te zijn om te zeggen, we hebben nou een paar jaar lopen koekhappen over die cijfers die we iedere keer niet krijgen. Als we nou samen een datum gaan vaststellen waarop jullie uitstel krijgen, omdat wij die infrastructuur niet op orde hebben en jullie die treinen niet op tijd geleverd krijgen, dan wil ik ook die cijfers een keer op tafel hebben. Meneer Elias, er is eind september, ik kan het niet aantonen, de HSA is altijd coöperatief geweest, hè, om het probleem mee proberen op te lossen van de infrastructuur. Maar zonder dat u de cijfers kreeg? Ja, nee, mag ik het vertellen? Dat is van het ene ogenblik op het andere is dat omgeslagen. Dat kan niet anders zijn als dat de NS heeft gezegd, meneer Dupke, ben je nou helemaal? Je weet toch dat als we op 1 april vanwege de infrastructuur niet rijden, dat dan het ministerie moet betalen. Ze hebben altijd tegen ons gezegd, en dat is waar, contract is contract. Dat is nou ook zo. Dus meneer Veenman was helemaal niet van plan om iets, en achter meneer Veenman, meneer Meerstad, die was helemaal niet van plan om iets te geven of iets te doen om het ons makkelijker te maken. Die zei toch nou ook, contract is contract. Ja, en nou, de hele voorgeschiedenis, eerlijk is eerlijk. Want we hadden voortdurend tegen de vervoerder gezegd, contract is contract. Ja, maar de HSA had mee willen denken. Laatste keer dat ik het probeer, u had toch met de vuist op tafel kunnen slaan en zeggen, wij gaan hier niet de deur uit met een nieuwe datum waar we ons allebei happy bij voelen. Als wij niet die cijfers van u krijgen waar we al jaren naar vragen. Nou, ik was op dat ogenblik absoluut niet benieuwd naar zijn cijfers. Ik was meer in mijn cijfers op dat ogenblik geïnteresseerd. Ik maakte me echt buitengewoon grote zorgen. Wat dat zou betekenen voor de aanvangstijd, voor dingen, voor en het testen en het ding. En ik was op dat ogenblik was ik niet met de haat. Dat moesten ze maar even zelf doen. Grote zorgen, dan is mijn slotvraag. Wat geeft u mee aan uw opvolger, de heer Eurlings, op het moment dat u weggaat over dit dossier aan hem? Wat gaf u hem mee? Zeg, let daar en daar op, want anders gaat het nog fouter dan het al. Er is geen officieel overdrachtsmoment geweest. Ik heb wel een keer in een persoonlijk telefoongesprek gezegd, Camiel, ik probeer om het van tafel te krijgen, zodat jij daar niet mee zit. Maar de rekenkamer was bezig met een onderzoek, dus hij kreeg het in juni toch nog voor te kiezen. En nou, in dat rekenkameronderzoek kwam, denk ik, voor 70% of 80% precies dezelfde dingen uit als dat de auditcommissie van de auditdienst van het ministerie. En ik vond het ongelooflijk vervelend voor hem dat dat net gebeurde, voordat hij kwam. U had liever een betere erfenis nagelaten. Ja. Mevrouw Pijs, hiermee hebben wij in dit verhoor de vragen gesteld die wij wilden vragen. En daarmee sluit ik dit verhoor.